was wel, ja. Goede avond allemaal. Hey, heel goed, heel goed. Welkom allemaal. Ik ben Jamal Yilmaz van Easy Solutions. Aan mij de eer om vandaag het debatcafé binnen de Black Achievement Month te mogen modereren. Georganiseerd door MDRA en Artikel 1 Midden-Nederland. En mooi om te zien dat er zo'n grote opkomst is, terwijl nou ja, het weer zo zacht gezegd niet echt heel lekker is. Grijs-grauw zo laat in oktober. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Hebben jullie een beetje zin in vanavond? Ja. Oh, kijk, heel goed, heel goed. Nou, ik hoop dat we deze positieve energie met z'n allen weten vast te houden. We hebben een interessant programma vandaag, volle bak. We gaan zo meteen een prachtige reflectie, een introductie krijgen van een drietal sprekers op het thema van vanavond, waardigheid en zwart leiderschap. En vervolgens hebben we ook een aantal nog andere interessante sprekers en ook een debat met prachtige panelleden. Ik zag een aantal mensen al de panelleden met heel veel enthousiasme begroeten. Dat is heel mooi. We gaan ze straks aan jullie voorstellen. En natuurlijk, er is ook volop ruimte voor vragen. Ik ga wel streng zijn, dus excuus als ik af en toe er doorheen ga. Want aan mij om de tijd te bewaken en te zorgen dat iedereen zo goed en zoveel mogelijk aan bod komt. Dus als je straks een vraag hebt of een opmerking, probeer hem alsjeblieft kort en bondig te houden, zodat ook iemand anders zometeen een vraag kan stellen. En waar is Osiris? Dat is een hele mooie brug daar naartoe. Oh, yes. Onze publieksombudsman, vorig jaar al samen mogen werken. Osiris zorgt ervoor dat jullie perspectief voldoende aan bod komt. En ook als hij denkt van die gesprekken daar, ja, dat gaat niet de goede kant op. Hij heeft gewoon alle vrijheid om in te grijpen. Dus je kan hem ook dingen toefluisteren als je denkt van, hé, mijn vraag is niet aan bod gekomen. Absoluut. Hij heeft een hele vrije rol. En soms helpt oogcontact maken ook, maar niet altijd. Ja. Ik ga gelijk door, laten we gewoon van start gaan. Ik wil als eerst naar voren roepen Leroy Lucas, voorzitter Kittikotti Utrecht. Linda Nooit Meer, voorzitter Ninse, en Gerald Bates, voorzitter Artikel 1 Midden-Nederland. En zij gaan een korte reflectie geven op waardigheid. En En terwijl jij je papieren erbij pakt, want jij gaat als eerst, Leroy. Ik dacht ladies first. Dit keer niet. Dit keer mag jij eerst, maar daarna gaat Linda. En we sluiten af met Gerald. Toen mij werd gevraagd, ik weet dat ik 4 minuten heb. Dus, ja. Dus ik zou proberen doorheen te. Toen mij werd gevraagd om hierop te reflecteren, zeker als het gaat om leiderschap, had ik een heel lijst aan attributen bij elkaar gezet. Maar ik dacht van, nou weet je wat, ik ga hier niet een symposium houden over leiderschap. Ik pakte maar even een paar dingen uit. En een van die dingen waar ik denk dat goed leiderschap sowieso aan moet voldoen, is ten eerste luisteren. Want voordat je überhaupt één woord geeft aan leiding, aan een team, aan een groep of zelfs aan een heel bevolkingsgroep, is het toch wel best om te horen met wie je te maken hebt. En zeker om ook goed te luisteren naar dat wat zij nodig hebben, zodat jij de opdracht die voor je ligt zo goed mogelijk kan aanpakken en tot een goed resultaat kan brengen. Tweede is communiceren. Een goed leider hoort goed te communiceren naar zijn mensen. En niet alleen in dat wat je zegt, maar ook in wat je doet. Want zoals we weten, 20% is verbaal, 80% is non-verbaal. Dus wat je doet, telt absoluut. Dus zorg dat wat je zegt en wat je doet op één lijn staat. En ook één ding wat ik heb gemerkt van leiderschap, en zeker in mijn werk met Kittikotti, is offers maken. Een leider zal op een gegeven moment te maken hebben met offers. Hoe jij als persoon daarmee omgaat, dat is aan jou. Maar je ontsnapt er niet aan. En die offers kunnen persoonlijk zijn of in zakelijke sfeer. Maar de offers zullen komen. En als laatste, en dat is wat mij betreft misschien wel het allerbelangrijkste, zeker als het gaat om leiderschap binnen de zwarte gemeenschap, is het bewaken
van de... of eigenlijk meer het waarborgen van de waardigheid van je community. Wij hebben, of, en ik denk dat ik ook, weet je, ook andere groepen kan pakken nu, zeker in deze tijden. Wij hebben te maken met situaties waarin individuen dingen kunnen doen en dat daarmee dan ook meteen alles wordt uitgesmeerd over de hele groep. En dan is het aan ons om te zorgen dat we ter alle tijd moeten zorgen dat de groep beschermd wordt en dat de waardigheid van dat groep bewaakt wordt. Zeker als leider. Ik denk dat ik het hierbij ga laten. Dankjewel. Goedenavond. Ik wilde heel erg ingaan op het thema waardigheid in deze. En ik ben voorzitter van het NINSE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernij, Verleden en Erfenis. En als we het hebben over waardigheid, hebben we het heel vaak over het feit dat de voorouders, dat er gepoogd is om de voorouders tijdens de slavernij van hun waardigheid, menselijke waardigheid, te ontdoen. En dat hangt samen met het gevoel van zelfrespect, maar ook het disrespect waar zij mee werden behandeld. En we hebben het ook over de doorwerking daarvan. Dus welke effecten heeft die slavernijgeschiedenis nu op ons allemaal? Maar dat ook in relatie tot het respect. En dan kijk ik, als we het hebben over leiderschap, vind ik het heel belangrijk om het bij onszelf te houden. Hoe kan ik als persoon ervoor zorgen dat ik mijn waardigheid houd in deze tijd? En we hebben mooie verhalen daarover. We hebben een paar leiders in ons midden die ons laten zien hoe je vanuit kracht de zaak bepleit. Maar er is ook iets minder leuk wat ik wil aanstippen. En ik dank, want toen ik hier naar, Toen ik hier naartoe reed in de Uber, dacht ik heb twee verhalen. Ik heb een heel mooi verhaal, positief, maar ik heb ook een ander verhaal. En dat gaat over het respect naar elkaar. Hoe wij als mensen van kleur met elkaar omgaan, zeker als het gaat om dit thema. Lira had het over dat we elkaar moeten beschermen. Hoe beschermen wij elkaar? En mijn ervaring, zeker in deze tijd van het herdenkingsjaar, in een tijd waarin er heel veel aandacht is voor het slavernijverleden, in een tijd waarin er eindelijk aandacht is voor de gemeenschap aan zich, zie ik dat groepen tegenover elkaar komen te staan. Mensen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk tegen Afro-Surinamers of Afrikanen. Mannen tegenover vrouwen. Jong tegenover oud. Terwijl at the end of the day, als het gaat om ons nazaten, is die doorwerking van de slavernijgeschiedenis is gerelateerd aan onze huidskleur. Dus daar waar wij het onderscheid maken en die waardigheid in het geding laten komen voor ons eigen gewin, denk ik dat we de gemeenschap geen dienst bewijzen. Dus mijn oproep vandaag, als het gaat om waardigheid, is dat het leiderschap dat we met elkaar moeten bespreken gaat over, en hoe zorg ik ervoor dat ik vanuit die waardigheid mijn positie neem om ervoor te zorgen dat we de gemeenschap beschermen, zoals Leroy dat aangaf. Dat is mijn bijdrage voor vandaag. Ik nodig ons alles uit om daar zo in te staan. En, want we moeten het samen doen. Ik was vandaag laat, omdat ik een vergadering had van het NINSE-bestuur. En dat ging precies hierover. Er zijn middelen beschikbaar. En daar waar we als gemeenschap samen optrokken, gaat iedereen weer in zijn eigen huisje zitten. Ter bevoordeling van zichzelf. En daar moeten we mee ophouden. En daar wil ik het vandaag over hebben. En dan mag ik jullie ook nog allemaal welkom heten namens Artikel 1 Midden Nederland en het MDRA. Fijn dat jullie hier vanavond zijn. Waardigheid betekent voor mij, dat is de zin waar we eigenlijk mee moesten beginnen. In eerste instantie toen ik dat woord hoorde, waardigheid, had ik weinig associatie met dat woord. Wat betekent waardigheid? Zoals je dat dan tegenwoordig doet, dan ChatGPT, dan zoek je het op. Waardigheid, daar kwam niet een heel goed verhaal uit eigenlijk. Dus ik ben toch wat verder na gaan denken. Opkomen voor gelijke rechten en het bieden van gelijke kansen zijn onbewust belangrijke drijfveren voor mij. Vrijheid en gelijkheid spelen hier een centrale rol in.
Ik houd ervan om verbindingen te zoeken tussen de verschillende perspectieven en het samen te brengen. Ik vind het belangrijk dat iedere stem gehoord wordt en dat we kunnen leven in een vrije en democratische samenleving. Democratie betekent voor mij het waarborgen van gelijke kansen en respect voor een ieder, ongeacht hun achtergrond. Respectvol met elkaar omgaan is hierin cruciaal. Ik werk bij de tussenvoorziening, maatschappelijk opvangorganisatie. Daar komen we op voor rechten van dakloze mensen. We willen mensen een gelijke kans weer geven. En ik had laatst een leuke kennismaking met een vrouw, gestudeerd. Had al een goede baan en wilde graag een stap maken in het sociaal domein. Het was een heel leuk gesprek en ik heb haar aangenomen. Ik liep met haar naar buiten om haar naar buiten te laten. En zij stapte in een grote Mercedes. En mijn gedachte was, dat die waarschijnlijk van haar man. Dat was mijn gedachte, ik als zwarte man. Zij was een vrouw met een donkere huidskleur. Dat was mijn gedachte die ik had. Wat zegt dit over mijn leiderschap, mijn normen en waarden en mijn drijfveren die ik al eerder benoemde? Achteraf gezien betekent waardigheid zeker iets voor mij. Vaak geeft het de taal die je spreekt een andere lading aan een woord. Voor mij betekent waardigheid op dit moment gelijkwaardigheid. En wie weet voeg ik daarna vanavond nog andere woorden aan toe. Dank je wel. Dank. Mag ik een applaus voor Gerald, Linda en Leroy? Yes. Misschien ook om gelijk het publiek te betrekken. Zou iemand misschien even ook kunnen vertellen vanuit dienstperspectief, wat is waardigheid voor jullie? Wat is waardigheid voor jou? Ja, en als mensen geen handen opsteken, ga ik gewoon mensen aanwijzen. Hè? Zo flauw ben ik ook wel weer. Zou iemand daar misschien... Ja, dan komt Osiris naar u toe met de microfoon. Goedenavond, ik ben Irene Sayas. Ik ben van beroep GZ-psycholoog. En vanuit dat perspectief wil ik iets zeggen over waardigheid en wat ik over waardigheid heb geleerd. Waardigheid, daar zit het woord waarde in. En waarde staat vanuit de psychologie voor gewenste kwaliteiten. Iedereen heeft waarde. Iedereen heeft een kwaliteit die hij bij zichzelf verder wil ontwikkelen. Dus als het gaat om waardigheid, en daar ben ik als psycholoog bezig, om te kijken van wat voor kwaliteit heeft die persoon en hoe wil die persoon dat verder ontwikkelen. Dus dat is wat ik aan het thema wil toevoegen. Oh, mooi. Dank u wel. Dank u wel. Applaus gaan. Voelt iemand zich gesterkt nog door het prachtige uitleg? Nee? Ja? Oké, nog iemand achter. De eerste woord waar bij mij opkwam toen je zei waardigheid, was zelfvertrouwen. Daar begint het mee. En dan dat we daarna in die community die proberen die verbinding te leggen en tot samenwerking te komen. Dus niet polariseren, maar zoeken naar wat heb je gemeenschappelijk. Om van daaruit, dan is waarschijnlijk ook die Black Achievement helemaal niet meer nodig. Dat moet een doel zijn. We moeten het niet kunstmatig gaan creëren. We moeten oplossingen zoeken. Oké, dank u wel. Dank u wel. Ik wil graag naar voren roepen Arthur Kibbelaar. Applaus graag. Want voor de mensen die jou niet kennen, we hebben vorig jaar ook een debatcafé gehad. Ging over de kleur paars en precious. Ging ook over zwart leiderschap. En was een zelfreflectie ook vanuit de community naar binnen toe. En toen heb jij een prachtige... Nou ja, vooruitblik eigenlijk je visie gegeven op dat thema. En je bent vandaag twee keer bij ons. We gaan nu even reflecteren op het afgelopen jaar. En we gaan straks vooruitblikken naar het komend jaar met jou. Dus ja, misschien is dat wel een goede om mee te beginnen. We zijn een jaar verder. Wat is voor jou belangrijk geweest in het afgelopen jaar? Wat is jouw observatie met betrekking tot zwart leiderschap en ook waardigheid? Dankjewel, Jamil. En goedenavond. Allereerst wil ik toch beginnen om stil te staan in de actualiteit waar we nu ons in bevinden. En ik kan niet reflecteren zonder eigenlijk nu te constateren dat we in een enorme turbulentie
terecht zijn gekomen, waar ik eigenlijk ook nog niet op kan reflecteren. Ik vind dat we er nog middenin zitten en dat we alle emoties nog aan het verwerken zijn. Maar ik wil het wel benoemen. En ik wil het benoemen vanuit de zwarte gemeenschap, die nu ook, vind ik, de verbinding moet zoeken, niet alleen naar elkaar, maar ook naar andere mensen die zich in deze strijd op dit moment bevinden. Ik ben van huis uit diplomaat en oorlog en vrede zijn eigenlijk de twee belangrijkste thema's in mijn loopbaan geweest. En ik weet dat we als mensheid nog niet voldoende hebben gereflecteerd op waar oorlog en hoe conflicten ontstaan en hoe wij ze ook moeten managen. Dus ik wil in alle bescheidenheid toch wel weer de verbinding maken naar de zwarte gemeenschap. Maar ik ben echt geraakt en ik heb vrienden in alle groepen en landen. En ik moet je eerlijk bekennen, ik kwam eergisteren terug uit Afrika, West-Afrika, waar ook nu conflicten woeden, waar we niet eens aandacht voor meer voor kunnen hebben. In West-Afrika, in de Sahel. En ik vind dat we in Nederland weliswaar onze problemen hebben. En ik wil echt zeggen dat die problemen werkelijk zijn. Maar ik wil ze toch afzetten tot een veel grotere context van de wereld, waar eigenlijk we nu midden in de turbulentie zitten. Mooi. En ik wou dat even benoemen, als u me dat toestaat. Omdat niet alleen de Oekraïne en niet alleen de Sahel en niet alleen Gaza en Israël, maar nog veel meer andere landen zich in, denk ik, bijna wanhopige situaties begeven. Mooi, dank je wel. Dank je wel. En, maar dan heel kort. Ja, precies, want dan ga ik toch weer flauw doen en weer terug naar de oorspronkelijke vraag inderdaad. Je hebt mij gevraagd en ik ben gevraagd om te reflecteren. En ik vond het eigenlijk een voorrecht om vorig jaar mijn visie te mogen ontvouwen. Daar heb ik wel wat meer tijd voor gehad. Maar als ik terugkijk, en een heel kort, kijk ik naar een jaar waar hele belangrijke momenten zijn geweest. Waar data zijn geweest, waar ik begin bij 3 december zelf heb mogen helpen organiseren, een bijeenkomst in de zwarte gemeenschap, ook over de slavernij, de herdenking van het slavernijverleden. 19 december natuurlijk, als een mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis, waar het kabinet zich heeft uitgesproken. En 1 juli, waar de koning excuses en vergiffenis heeft gevraagd. Ik vind het eigenlijk bijna onmogelijk om al die momenten heel kort daarop te reflecteren. Maar ik denk dat we als zwarte gemeenschap wel mogen constateren dat dit een historisch jaar is geweest. En het is historisch niet alleen vanwege de excuses, het is niet alleen vanwege de vergiffenis, het is niet alleen vanwege, denk ik, Den Haag of de white gaze die ons nu en het spotlicht wat we hebben gekregen, maar het is ook historisch omdat we elkaar toch, denk ik, misschien moeten bevragen, moeten bevinden in elkaar. Wat Linda net zei, raakt me over de verhouding intern. Ik denk dat we nog heel veel huiswerk hebben. Maar ik denk wel dat we een verbondenheid aan het creëren zijn. Hoe moeilijk, hoe moeizaam, hoe pijnlijk soms ook, en hoe hard die ook tegen elkaar wordt afgezet. Maar ik denk dat de zwarte verbondenheid nu in niet meer terug kan. Dus als je het hebt over de rehabilitatie van Tula, als we het hebben over het rehabiliteren van Anton de Kom in het Nederlandse kanon, als we zwarte helden als Anil Ramdas, als daar boeken over worden geschreven, dan zie ik aan de ene kant, ik noem het zelf, de exogene factoren, de externe kant, de politieke kant, de maatschappelijke beweging waar we in zitten, aan de andere kant een interne. En dat zijn de endogene factoren. Dat wij zelf nu bezig zijn met films als over Philomena Asset. Dat we boeken schrijven over Anil Ramdas. Dat Anton de Kom nu front and center wordt genomen. Dat noem ik de endogene kant van het emancipatieproces waar we nu in zitten. En ik constateer dat met grote vreugde. Dat wij eigenlijk in een jaar tijd enorme stappen aan het zetten zijn in onze mentale rehabilitatie.
En ik denk dat het onderdeel is van een postkoloniale, ik gebruik grote woorden, maar een decolonisatie van Nederland. En ik zie dus dat zwarte leiders, die ook hier aanwezig zijn, eigenlijk nu aandacht en ruimte, publieke ruimte, opeisen en daar eigenlijk ons in meenemen. En ik zie geen weg terug. Hoe onzeker die weg ook is, hoe moeilijk het ook zal zijn met nieuwe verkiezingen voor de boeg, met eigenlijk een onduidelijk sociaal contract dat we zelf nog niet eens hebben geformuleerd. De zwarte gemeenschap niet en ook niet naar andere migratie- of migrantengemeenschappen. Maar we zijn, denk ik, op weg. En ik denk dat we aan de ene kant kunnen constateren dat we nu echt vooruitgang aan het boeken zijn. Tegelijkertijd is het een enorm kwetsbaar punt. Als leiders zich terugtrekken, als instituties misschien te kwetsbaar zijn, als financiering niet duidelijk is, als we onze agenda nog niet hebben geformuleerd, als ik nog niet weet wat de gemeenschappelijke agenda is, zijn er enorm veel onzekerheden. Ja. Maar ik constateer op dit moment the returning of the white gaze. We as a black community are now concentrating on the black gaze. Dankjewel. Ja, je maakt mijn werk heel makkelijk. Ik heb maar één vraag hoeven te stellen en je ging helemaal los. Dus dank daarvoor. Maar dat was vorig jaar ook. Wat ik heel fijn van jou vind is, het is bijna filosofisch hoe je het benadert. Maar je hebt een hele kritische, maar een goede analyse van wat gaande is vanuit de community, maar ook van buiten. Niet alleen naar retrospect, maar we gaan straks ook vooruitblikken. Dus ik denk dat iedereen ook vol heel veel verwachting, nog meer verwachting dan eerst, het tweede gedeelte van jouw verhaal straks wil horen. Dank je wel. Nogmaals, een eer. Ja. Yes. Nou, ik wil naar voren roepen, muzikaal verbinder en vernieuwer, Ocean, Master of Sceneries. Applaus graag. I ain't done yet. I'm on a mission that my ancestors funded. Channel from the future, so this is my comeback. Tune into the right timeline and I run back to let you know what's coming. Reaching wide like the ocean, my vibration travel. Flow with the stream so I can translate high frequency into melody. Reaching wide like the ocean, my vibration travel. Let me be the channel, I can be the channel. Turned up speaker on level eternal. Keeping up the tempo, mixing up the planetary table. Crossfade between dark and light. You gotta listen up because there's no rewind. Fast forward to progress your mind. While your heartbeat keeps the time. Let me mediate the conversation between universal energy and humanity. I will allow the wisdom to flow. I'll be the translator. Translate high frequency into melody. I flow with the stream so I can translate frequency into melody. Reaching wide like the ocean, my vibration travel. Thank you.
walk. Let's walk with dignity. Let's walk with pride. Let's walk with our eyes gazing at the sky, following the infinite motion of our thoughts, footsteps grooving as we march to the rhythm of the beat of our hearts. Just like the movement, the music is infinite. Our ears are tuned to an ongoing universal soundscape, and we're finding harmony by dancing to it, finding harmony by singing to it. Like a psychedelic trip, when I travel from the sounds of the ancients, the ancestral, into the sounds of the futuristic, the non-manifested vibrations that perpetuate my motion. I'm standing in the middle, with my eyes closed and my arms wide open. I am feeling it. You see, life is as real as it feels. We feel like offering some of our real to the real that you feel, so we can feel together, so we can get real together. Are you feeling me? Life is as real as it feels, and we feel like offering some of our real to the real that you feel, so we can feel together, so we can get real together. Are you feeling me? We've arrived at a stage where words don't cut it. Like a knife that was once so sharp but lost its edge through the overuse, the words we use and reproduce now just lose their ability to bring neatly defined slices of life to the table. But we're still going to try to have conversations. But for everybody speaking, my message is the same. Be the channel, you can be the channel. Turned up speaker on level, eternal. Keeping up the tempo, mixing at the planetary table. Crossfade between dark and light. Listen up because there's no rewind. Fast forward to progress the mind. While your heartbeat keys the time. Mediate the conversation between universal energy, cause you are me, wisdom flowing freely. Translate high frequency into melody. Or words, or conversations, thoughts, serving waves of thought into the heart of the matter. We gaan door. We zijn aangekomen namelijk bij het hoofd van het, de kern van het programma van vandaag, namelijk het debatcafé. Ik wil één voor één naar voren roepen. Nou, ik denk dat de eerste panellid weinig geen introductie, of helemaal geen introductie meer nodig heeft. Ik wil heel graag naar voren roepen Sylvana Simons. Welkom. En ik ga hier dus kies maar. Ja. Helemaal goed. De volgende, voor de mensen die hem niet kennen, als het gaat over leiderschap en durven opstaan. Eiffel Blokland, iemand die ik heel hoog heb zitten. Sommigen kennen hem vanuit de zwarte of blauwe familie. Zwarte familie zeg ik, blauwe familie. Andere familie. En
Een ander persoon die de afgelopen jaren ook veel in het nieuws is geweest. Onder andere met de rechtszaak tegen de koninklijk marechaussee, mensenrechtenactivist. Op dit moment ook kandidaat Kamerlid Mpanzu Bamenga. En last, maar certainly not least, ja, John, waar moet ik beginnen? John Leerdam. Met zoveel dingen betrokken. Ja, goed. Welkom. Ja, yes. Sylvana, misschien om direct bij jou te beginnen. We hebben net natuurlijk een aantal prachtige reflecties gehoord. En ook een mooie reflectie vanuit Arthur. Waar sloeg jij op aan? Ik heb ook expres het een en ander meegeschreven, omdat ik in de woorden van zowel Arthur, maar ook van de drie personen, de drie mensen die vanavond hebben geopend, ook een opdracht hoorde. Dus ik heb ook even meegeschreven. En ik denk dat de belangrijkste boodschap met het oog op de toekomst zal zijn, inderdaad, hoe vinden we elkaar, opdat we vanuit die gezamenlijkheid, de strijd die nog gevoerd moet worden en de inhoud die nog gegeven moet worden, kunnen gaan vormgeven. Dat begint inderdaad bij een sense of self. Ik weet niet of dat per se zelfvertrouwen is. Maar een sense of self zegt voor mij bewustzijn over het zelf. Wie we zijn, waar we vandaan komen, waar we heen willen en hoe we daar gezamenlijk gaan komen. Dus die gezamenlijkheid en die organisatie van krachten, dat is mij eigenlijk vanuit de opening heel erg bijgebleven. Dank, 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 dank. Ja, eigenlijk, Ivo, voor jou ook dezelfde vraag van. Als je nu de reflecties hebt gehoord en ook kijkt natuurlijk naar je eigen proces van de afgelopen jaar, wat is voor jou blijven hangen met betrekking tot het stukje waardigheid en ook zwart leiderschap? Ja, wat bij mij is blijven hangen, is dat hetgene wat ik heb meegemaakt dan, ja, dat is echt levensveranderend geweest. Het heeft een behoorlijke impact gehad in hoe ik door het leven ging. Ja. Totale verandering. Ja. Misschien heel veel kort voor de mensen die het niet hebben gezien of denken, hè, maar wat heeft hij dan meegemaakt? Zou je even heel kort kunnen uitleggen? In het kort. Ik ben een van de participanten uit de documentaire De Blauwe Familie. Alle participanten hebben gewerkt bij de Nationale Politie. En tijdens ons werk zijn wij tegen uitsluitingen, tegen vormen van uitsluiting aangelopen. Daaruit hebben we besloten om in elk geval mee te doen aan een documentaire. En voor een politieman, hè, zoals ik dat was, ja, het was immens wat er toen gebeurde. Hè, ik heb er altijd voor gekozen om zo anoniem mogelijk mijn werk te doen. Ook rekening houden met de gedeelte gevaarzettingen. Ik ben ook vader van kinderen. En als je dan met dit onderwerp op Nationale TV komt en sindsdien ook bijna dagelijks wordt herkend op straat. Ja, dat heeft echt wel een impact. Mm. Ja, ik genoot van mijn anonieme vrijheid. En nu is dat gewoon anders. Ja, als ik op mijn Crocs boodschappen ga halen, dan rijden mensen me voorbij en komen terug. En die willen even een praatje maken. Ja, dat was ik niet gewend. Dat ben ik nu nog steeds niet gewend. Ja, maar ook mijn kinderen zijn dit niet gewend. Ja. Misschien is dat ook wel een stukje waar Leroy al naar refereerde. Ja. De offers die je ook niet alleen op zakelijk, maar ook persoonlijk vlak brengen. Ja. Ja. En nogmaals, hè, uitsluiting, en daar schaar ik alles onder. Ja. Is geen echt onderwerp waar je, zeg maar, blij van moet worden om dat te bespreken. Hè. Het maakt je heel kwetsbaar. Ja, dankjewel. Dankjewel. Mpanzu, Ivel zegt al, ik vanuit de anonimiteit ineens alle camera's en aandacht op mij gericht. Je hebt eigenlijk een soortgelijk proces doorlopen naar aanleiding van het feit dat je etnisch geprofileerd werd, een rechtszaak gevoerd en gewonnen.
Hoe heb jij het afgelopen jaar ervaren? En hoe ben jij omgegaan met alles wat je op jou is afgekomen? En ook in de, met het betrekking tot dat stukje waardigheid waar we het al de hele avond over hebben. Ja, dank u wel. Ik denk dat er zeker een aantal beslissende momenten waren als het gaat om een waardigheid. Een van die momenten was toen ik in 2018, nou ja, ben je al etnisch geprofileerd. En dan ga je een klacht indienen. En dan denk je van, oké, nu komen de excuses. Hè, want het is overduidelijk dat je etnisch geprofileerd bent. Maar in plaats daarvan werd ik geïntimideerd en bedreigd. Dat was voor mij ook een beslissend moment van, oké, wat ga ik nu doen? Want het klonk nogal serieus. Ga ik ermee door? Met de klacht op dat moment, of stop ik? En natuurlijk alle vrienden en familieleden, eigenlijk bijna iedereen, vertelde me, ja, ik zou gewoon stoppen. Met alle goede bedoelingen. Voor mezelf natuurlijk, mijn eigen veiligheid, maar ook mijn eigen gemoedstoestand. En toch was het toch een stemmetje en eigenlijk een soort intuïtiegevoel die bij me zei van, ik kan niet stoppen. En dat gaat over die waardigheid. Je daar waar een ander probeert om je waardigheid te schenden, moet je juist opstaan, moet je je stem verheffen en moet je in actie komen. En dat was het moment dat ik zei, ja, ik wil niet in een samenleving leven waarbij we beoordeeld worden op basis van onze huidskleur. Dat wil ik niet voor mezelf. Dat wil ik niet voor mijn toekomstige kinderen. Dat wil ik voor niemand. Dank je wel. John, jij bent nu momenteel bezig als kwartiermaker voor het Nationaal Slavernijmuseum. En terwijl Linda haar verhaal vertelde, ook over hoe nu zelfs in de community, jong tegen oud, vanuit het continent versus Afro-Surinaams, Caribische Nederlander. Hoe ga je daarmee om? Want het is een heel complex onderwerp met heel veel meningen. Hoe breng je toch al die perspectieven bij elkaar? En ook op een waardige manier, waar Linda naar refereerde. Ja, ik wil sowieso alle drie sprekers die in het begin ook hun statement hebben gemaakt, willen complimenteren. Want van ieder van hun die heeft bepaalde zaken naar voren gebracht die gelijk herkenbaar zijn. En natuurlijk ook Arthur wil ik bedanken voor zijn inspirerende betoog die hij heeft gehouden. Hij geeft me gelijk weer een trap onder mijn kont om te realiseren dat we nog veel verder kunnen. Maar tegelijk om op je vraag in te gaan. Het afgelopen anderhalf jaar bijna is mind-blowing geweest. Toen ik 3 jaar geleden het thema bedacht voor dit jaar, waardigheid voor de Black Achievement Month, had ik geen idee wat om me te wachten stond. Laten we daarmee beginnen. Het thema heb ik gekozen omdat, als zelfreflectie, als we daarover praten, ik 3 vrouwen in mijn hoofd had bij het bedenken van het thema. Dat was mijn moeder, mijn tante Thelma en mijn tante S. 3 zwarte vrouwen die niet van Curaçao komen. Mijn moeder komt uit Sint Kitts, tante S komt uit Suriname en tante Thelma komt wel uit Curaçao. Dus 3 vrouwen, zwarte vrouwen, die naast hun man stonden. En die mannen die eigenlijk hogerop wouden met de hele familie, tegenslagen kregen, zowel van de witte gemeenschap, maar ook van de zwarte. En die vrouwen die stonden daar, kaarsrecht, prachtig gekleed. En als kleine jongetje keek ik altijd naar hun op. En ik dacht, wat een prachtige vrouwen. Maar pas wanneer je volwassen wordt, realiseer je wat voor shit ze allemaal moesten doorstaan om toch daar te staan en het gevecht aan te gaan binnen die gemeenschap. Dat is nummer 1. Dus dat is in mijn hoofd. Het tweede, als we het hebben over het afgelopen jaar, wat velen niet weten, is wat mij het meeste heeft getroffen, is dat uit de zwarte gemeenschap ik met de dood ben bedreigd vanwege het aangaan voor als kwartiermaker voor het museum. Niet Peggy Brandon, mijn andere collega, niet David, brandwacht, maar ik ben toen bedreigd.
En dat was een willekeurige zaterdagmiddag toen de mail binnenkwam. En vervolgens nog een app. En toen weer een mail. Dat ik eigenlijk in shock was. Dat vanuit je eigen gemeenschap jou dit wordt aangedaan. Gewoon terwijl je bezig bent, een gevecht aan het voeren bent. Dus daarom herken ik ook wat Linda zegt. Je bent een gevecht aan het voeren met een bepaald segment van die samenleving. Om het te verbeteren wat wij willen bereiken. Om dat achterstallig onderhoud vorm te geven. En te zorgen dat we dat gaan aanpakken door onder andere in samenspraak met de steun van verschillende mensen, ook uit de politieke achterban, waaronder Sylvana. Altijd welkom bij haar geweest. Altijd met haar kunnen discussiëren erover. En dan vervolgens door je eigen mensen met de dood worden bedreigd. Dat is een kortsluiting in je hoofd. En dan kan je inderdaad zeggen, gaan we hiermee stoppen? Of ga je die discussie aan met een hele kleine kern van mensen die je vertrouwt, waaronder mijn vrouw. En op een gegeven moment, op een zondagochtend, tijdens het ontbijt, zeggen, wij gaan het gevecht aan, want we hebben een groter doel. Dat is een deel van leiderschap, maar dat is ook, als je mij vraagt, wat is er eigenlijk gebeurd? Dat is er gebeurd. Ja. En vervolgens word je te pas en te onpas door een deel van die wittesgemeenschap voor allerlei dingen gevraagd. En tegelijkertijd soms, terwijl je boodschappen zit te doen, wordt er naar je geschreeuwd dat je de Nederlandse gemeenschap, de Nederlandse samenleving aan het ruïneren bent. Helder, dank je wel. Dus dank je wel. Tot daar. Ja. Ik zie jou heftig herkenbaarheid of... Een en al herkenbaarheid, ja. Natuurlijk eigenlijk in alle verhalen. De dualiteit, inderdaad. Wanneer je het gevoel hebt dat je voor de gehele gemeenschap bezig bent. En we hebben vanuit Bijeen en ikzelf ook in de Kamer altijd ons best gedaan om alle groepen te betrekken bij onze politiek en onze besluitvorming. Ik heb in de Kamer geen woord gesproken dat ik niet gecheckt heb met mensen die het betreft. Niets over ons zonder ons is een gevleugelde uitspraak in onze partij. En dat betekent dat we ook soms ons mond moesten houden als we niet de juiste bronnen konden vinden om dat verhaal te laden. Maar die offers brengen, de dualiteit, de strijd aangaan, ook al zou het makkelijker zijn om dat niet te doen. En vooral dus even terug naar ook wat Eiffel aankaarde en eigenlijk in al deze drie verhalen. De strijd ga je aan naar buiten toe. En dan vervolgens ontdek je dat er binnenin, welke organisatie je dan ook zit, ook nog zoveel werk te doen is. En dat is heel pijnlijk. Dat vraagt heel veel van je. Laat ik het persoonlijk maken, dat heeft veel van mij gevraagd. En ik denk ergens dat het onvermijdelijk is, omdat ik ook denk dat we... Kijk, we wakkeren nu processen aan die in ieder geval in Nederland nog nooit eerder zijn aangewakkerd. Ja. We hadden nog niet dezelfde soort bewustzijn, zelfbewustzijn. Bewustzijn over grotere patronen die met elkaar verbonden zijn. In alle onbescheidenheid durf ik te zeggen, we hadden nog nooit de politieke vertegenwoordiging die bijeen gebracht heeft. Dus we zijn aan het zoeken. Hoe manifesteren we ons nu? En wat betekent dat voor de verdeel- en heerspolitiek die eeuwenlang is toegepast? Welk stukje daarvan is in ons, ik wil niet zeggen DNA, maar is in ons gaan zitten? En waar moeten we afscheid van nemen? Het zijn vragen die we misschien elkaar nog nooit eerder hebben hoeven stellen. En nu, wegens omstandigheden zou ik zeggen wel. En dat is een uitdaging. Ik zei eerder op de avond tegen Linda Nooit meer dat ik zo trots ben dat we ondanks al te strakke coördinatie... We hebben altijd contact gehad vanuit verschillende maatschappelijke partijen en betrokkenen. Maar we hebben nooit heel erg gecoördineerd een plan met elkaar gemaakt. En toch hebben we vanuit die losse samenhang zo ontzettend veel bereikt. En toen zei Linda, en ik vind dat ook weer terecht... en toch kan ik niet helemaal... Ik parafraseer je woorden als je dat goed vindt, Linda. Kan ik niet helemaal jubelen en positief zijn... En dat heeft te maken met wat je al eerder vanavond met ons deelde. En ook dat is waar. Dus er zijn op dit moment heel veel geleefde waarheden naast elkaar... die eigenlijk allemaal één opdracht uitdragen. En dat hebben we vanavond al eerder gehoord. Vind elkaar in zorgvuldigheid, in liefde en solidariteit. Zonder angst, zou ik willen zeggen. Maar wel met het besef dat we niet alleen
En dat is, als ik nog twee zinnen mag zeggen. Ja, ik snap hoe ingewikkeld het is om aan de ene kant naar buiten toe solidair met elkaar te zijn, terwijl je in huis nog er met elkaar niet uit bent. Ja. Tegelijkertijd, en het is niet een populaire metafoor, de kinderen hoeven niet altijd te zien wanneer papa en mama ruzie maken. Ja, mee. Dus ja. Weet je, laten we de omgevingen creëren waarin we dit gesprek kunnen hebben, ja, met elkaar. Misschien ook gelijk een mooi bruggetje naar jou, Eiffel, is wat Sylvana zegt. Zou je ook zo kunnen zeggen, bijvoorbeeld bij de politie. Laten we vooral dat vuile was niet buiten hangen, maar laten we de problemen intern maar eens eerst oplossen. Alleen, soms is het nodig om naar buiten toe te treden. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het leven zit soms vol tegenstrijdigheden. Voordat wij überhaupt hebben overwogen om te participeren in een documentaire, heb ik dan alle hiërarchische lijnen heb ik doorlopen. Hè? Alles van mijn gesprekken tot met mijn leidinggevende, hè, mijn inspecteur, tot aan gesprekken met de teamchef, gesprekken met sectorhoofd, en gesprekken met de eenheidsleider. En elke keer kreeg ik een doof oor. Kreeg ik de mensen niet in beweging. Hè? Maar dan moet ik er ook bij zeggen, ik voerde die gesprekken in een tijd waarop praten over uitsluiting was taboe. Ja, dat was gewoon echt not done. Hè? En gaandeweg heb ik zelfs nog geleerd andere woorden te koppelen aan wat ik wilde vertellen. En dan sprak ik niet over discriminatie, maar dan sprak ik over dat ik binnen het stukje personele zorg niet de juiste hulp kreeg. Ja, en dan zag je wel dat er meer beweging ontstond. Maar wat ik er ook bij wil zeggen, en dat sluit misschien voor een gedeelte aan bij wat Sylvana heeft genoemd. De politie is een eeuwenoude organisatie. Ik heb binnen deze eeuwenoude organisatie geleerd hoe je moet samenwerken. Klinkt heel complex, maar ik heb het geleerd. Datzelfde stukje vernuft, wat ik heb geleerd binnen de organisatie, dat wens ik onder andere de zwarte gemeenschap ook. En wat was daarvoor in je grootste les waarvan je denkt van, hey, dat kunnen we vanuit de community misschien nog beter doen of anders doen? Luisteren naar elkaar. En elkaar gunnen. Niet misgunnen, maar gewoon gunnen. Mooi. Dank je wel. Een Panzo. Je bent nu kandidaat Kamerlid. Er gebeurt ontzettend veel in de wereld. We merken dat in Nederland ook heel veel losmaakt. Er gebeurt ook heel veel in Nederland. Arthur heeft natuurlijk een prachtige, in retrospect, een aantal belangrijke data genoemd voor de zwarte gemeenschappen in Nederland. Dus er wordt ook een claim op jou gelegd. Soms vanuit je nationaliteit of vanuit je kleur misschien. Of vanuit je... Hoe ga jij daarmee om? Want het is een onderdeel van wie je bent, maar je bent meer dan dat. Hoe ziet dat er voor jou uit? Goeie vraag. Actuele vraag, ja. Uiteraard. Ik denk dat in alle situaties probeer ik altijd heel dicht bij mezelf te blijven. Want door alle, in positieve zin, maar misschien ook in negatieve zin, door alle lawaai die je om je heen hoort, is het denk ik heel belangrijk dat je je eigen stem kunt blijven horen. Want als je die niet meer hoort of kwijtraakt, dan kun je een bepaalde pad opgaan, waardoor je later eventueel spijt krijgt of later jezelf daarin niet meer herkent. Dus ik probeer altijd heel dicht bij mezelf te blijven en te kijken van, hey, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En wat zijn mijn waarden? En wat wil ik uiteindelijk? En waar wil ik uiteindelijk uitkomen? Wat niet betekent dat je niet luistert. En dat je dus ook niet de punten die je hoort, dat die jou ook nog extra kunnen verscherpen. En dat gebeurt zeker. En ik denk dat de verhalen die ik om me heen hoor, ook zeker rondom deze tijden, die helpen je uiteindelijk ook, zeg maar, om de juiste woorden te vinden naar buiten toe. John, Gerald, die vertelde net, stelde zich ook kwetsbaar op
over even eigen aannames. Zijn blinde vlek die hij had op het moment dat hij de dame met de auto tegen kan. Jij zit in een proces vol blinde vlekken. Hoe organiseer je dat voor jezelf? Samen met de andere kwartiermakers ook. In een proces van het Nationaal Slavernijmuseum. Hoe dekken jullie je eigen blinde vlekken op dit zeer beladen onderwerp af? Nou, een van de dingen die we doen, of die we hebben gedaan in de afgelopen tijd, is dat we 41 participatiebijeenkomsten hebben georganiseerd. Zowel in Nederland als het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname. Om niet alleen maar vanuit onze tafels, bureaus, computers of laptops te bedenken hoe dat museum eigenlijk tot stand zou moeten komen. Maar met mensen in dialoog te treden en hun eigenlijk de vraag te stellen, wat zouden zij willen dat het de vertegenwoordiging zou moeten zijn van het museum. En dan kom je op hele bijzondere dingen die in eerste instantie die je zelf totaal niet kan bedenken. En dat is de aanwinst hiervan. Dat is één. Het tweede punt, wat ik denk, wat je zegt, die blinde vlekken, is wat we hebben geleerd in de afgelopen jaar, is dat je over pijn moet kunnen praten. Wij constateren dat onze eigen achterbannen vaak niet over pijn praten, of heel moeilijk over pijn praten. We stoppen het weg, we lachen eroverheen, we gaan dansen, we doen andere dingen. Maar de echte pijn, daar praten we liever niet over. Waarom niet? Ik denk dat het gewoon te pijnlijk is. Omdat het zo lang is het in die pressure cooker geweest. En dat nu opeens wordt die pleister eraf getrokken en worden mensen geconfronteerd. Het mag opeens. Mind you, op Curaçao en Sint Eustatius was het bijna onuitgesproken verbod om te praten over het slavernijverleden of dat soort zaken allemaal. Racisme, discriminatie, dat werd eigenlijk op een andere manier eigenlijk weggemoffeld. En nu, door die excuses, hoe je draait of keert, hebben mensen, denken ze, oh, het mag dus eigenlijk toch. En dan komt er natuurlijk van alles naar boven. Wat mensen zelf ook niet wisten, maar wat wij ook niet wisten. Een voorbeeld. Sint Eustatius, pakhuizen. Ik ben jaren op Sint Eustatius geweest. Die pakhuizen die zijn daar. En ik dacht altijd, waarom doet men daar uiteindelijk nooit iets aan? Waarom staan die dingen daar maar hier? En nu blijkt dat die pakhuizen, dat waren geen pakhuizen van goederen, dat waren pakhuizen van mensen, van slaven. En die pakhuizen die staan daar. En op Sint Eustatius is het te pijnlijk eigenlijk om het te gaan restaureren. Maar nu zijn wij niet alleen maar, hebben we die kennis tot ons genomen, maar zijn we ook met die gemeenschap in gesprek gegaan. Ja. Dus als je zegt blinde vlekken, we hebben allemaal blinde vlekken. En zeker over dit soort thema's zijn die blinde vlekken volgens mij soms te groot dat we zelf ermee kunnen omgaan. Mooi, dank je wel. Ik kijk ook tegelijkertijd in de zaal of er vragen zijn. Het is wel een hele relaxe publiek vandaag. Ik vind het fijn hoor, ik hou van praten. Dus ik kan de hele dag, hele avond vragen stellen. Zijn er misschien een aantal vragen vanuit de zaal? Want dan ga ik die gelijk even meenemen. Hallo, mijn naam is Fergus Koeiman. Ik vind het fijn dat de heer Leerdam net benoemde dat wat het effect is van de excuses. En omdat ik zelf merk in mijn persoonlijk leven dat ik ik heb het gevoel dat ik nu eindelijk er mag zijn in dit land, terwijl ik hier geboren en getogen ben. Maar ik voel nu eindelijk een ruimte om mij te kunnen gaan bewegen. En dat ik daardoor ook echt meer mag en kan leven. Mooi. En dat is een onbeschrijfelijk iets hoe lang dat onder de huid aanwezig was, een soort worsteling met identiteit. Dus als ik het denk aan het woord waardigheid, dan moet ik ook meteen denken aan identiteit. Omdat mijn identiteit was Nederlands. En ik moest gaandeweg leren dat wat het betekent om een zwarte Nederlander te zijn. Dus ik had mezelf daarin niet geëduceerd. Maar ik wist ook niet hoe je dat dan precies moest doen. Omdat ik tamelijk wit ben opgegroeid begin jaren 70. Ik word volgend jaar 50. Maar mijn concrete vraag is,
Want ik ken die worsteling. Je krijgt gelijk allemaal complimenten, hè? Ziet er. Is weer een heel kwetsbaar verhaal, dank. Niemand applaudisseert, maar 70. Ja. Iedereen, ziet er goed uit. Oh nee. Nee, ik ben geboren in jaren 70 en ik word volgend jaar 50. Dus omdat, geboren in 70, vandaar. Oké. Ja. Maar mijn concrete vraag is eigenlijk. Maar misschien is dat niet een discussie voor nu, maar ik heb wel, dat is volgens mij een oprechte vraag, van als er zoveel worsteling is binnen de zwarte gemeenschap om tot elkaar te komen en elkaar te waarderen om wie we zijn. Even kijken, want als ik bijvoorbeeld als voorbeeld neem de Turkse gemeenschap of de Marokkaanse gemeenschap, ik zie daar veel meer verbondenheid en dat men elkaar helpt. Daar kan ik je wat over vertellen, hoor. Goed, dat is. Soms ziet het er mooier uit dan dat het ja, is. Maar misschien wat Sylvana zei, dat mama en papa niet altijd dat het zichtbaar is dat ze een ruzie maken. Laten we daarop houden. Oké. Maar ik zie wat. Ja, ik ken de gemeenschap van niet zo goed van dichtbij, maar ik zie wel dat mensen van die culturen in de Nederlandse maatschappij het relatief zichtbaarder zijn op verschillende belangrijke posities in de maatschappij. Veel meer dan bijvoorbeeld Antilliaanse, ik ben zelf Curaçaos. Veel meer, zeg maar. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe zijn er, heeft een van jullie concrete ideeën om hoe dat in de toekomst eruit zou kunnen zien, wat we nodig hebben om de zwarte gemeenschap bij elkaar, om elkaar te leren verstaan en te accepteren en elkaar te zien voor wat we zijn, zeg maar. Mooi. Want ik denk eigenlijk dat zonder dat, dan blijft het gewoon ingewikkeld. Ondanks we nu officieel toestemming hebben om te leven, zeg maar. Dank u wel. Wie, oh wie? Heel kort. Arthur heeft een heel interessant inleiding gegeven, wat we hebben meegemaakt in de afgelopen tijd. En ik wil daaraan toevoegen, ik heb hoop in de jongere generatie. Want als ik kijk wat zij hebben gepresteerd met Black Lives Matter, hoe ze die beweging op gang hebben gekregen, dan zeg ik petje af. En het was een dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving, maar het was een zwarte bril die we eigenlijk naar zaten te kijken. Dus dat is het eerste wat ik zou zeggen, dan geef ik graag het woord aan Sylvana. Dankjewel, John. Ik ben het helemaal met je eens. En ik zou eigenlijk op drie levels, en ik ga het kort houden, willen reageren. Het eerste is het antwoord op de vraag, waarom zijn wij zo verdeeld? Ik denk dat wij een unieke positie hebben vanuit historisch perspectief, waarin de verdeel en heers, de koloniale verdeel en heers mechaniek uiterst succesvol is toegepast. Als er een bepalende gemeenschappelijke factor is binnen bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse gemeenschappen, waar elk huisje heeft zijn kruisje trust, dan is dat het geloof. En de plek waar men elkaar ontmoet. De moskee. Het geloof. En het is ook het geloof als één bundel dat wordt aangevallen. Waardoor ook het antwoord op die aanval vanuit een bepaalde solidariteit kan plaatsvinden. Wij, nazaten van het Nederlands kolonialisme, we spreken weliswaar de taal, maar verder zijn we verdeeld. Ons is verteld dat de domme slaven gingen naar, Curaçao. Dus de andere eilanden mochten daarop neerkijken. Ons is verteld dat hoe lichter je kleur, en als u me niet kwalijk neemt, ga ik heel ongechargeerd zeggen, hoe meer misbruik vanuit de witte, hè, hoe meer vermenging, laat ik het zomaar netjes zeggen. Hoe lichter je kleur, hoe dichter bij de witte mens, hoe beter. Hoe gladder je haar, hoe beter. Dat is een groot verschil met de gemeenschappen die jij eerder noemde. Dus dat in dat licht. Wat wij nodig hebben om elkaar weer te vinden, is het besef dat dat het vertrekpunt is. Dat ons verteld is, en daarom vond ik het ontzettend mooi. Gerald, waar zit je? Ik vond het mooi dat je met ons deelde je eigen aanname. Want wij zitten allemaal vol met aannames. Aannames met betrekking tot gender, religie, kleur, cultuur.
kunnen, intelligentie en zelfs aanspraak die men mag maken op zijn. Ja? Dus dat besef is denk ik het begin van het antwoord. Dan is denk ik de volgende stap je realiseren dat wij hier allen voorbijgangers zijn. Met andere woorden, dat alles dat wij doen in dit kader, dat gaat niet over ons. We're on our way out. Op het moment dat je geboren bent, ben je op weg naar het einde. Jij wordt binnenkort 50, als ik mag tutoyeren, neem me niet kwalijk. Maar ik ben ouder, want ik ben al 52. Dus vandaar dat ik vrijheid even neem. Anciëniteit. We zijn sowieso over de helft, either way you look at it. Dus alles wat ik doe, probeer ik te doen met in gedachten die jonge mensen waar John het over heeft. De jonge mensen binnen de teams die ik samenstel binnen de partij. Voor mij is het nog tastbaarder geworden op het moment dat ik grootmoeder werd. Hè? Dus dat ik echt naar een generatie kan kijken en denk, hoe zal het voor haar zijn? Dat is het vertrekpunt. Het besef van waar we komen. Alleen dan kunnen we een pad uitstippelen. En als we dat weten, dan kunnen we de verdeel en heers overwinnen. Want dan hebben we uiteindelijk hetzelfde doel. En het doel is de zelfbewustheid en self-awareness... om die generatie per generatie per generatie op te bouwen en te doen groeien. Mooi, dank je wel. Ik wil in elk geval nog meegeven dat... kijk, wij verschillen, hè, mensen van mijn leeftijd verschillen met de generatie daarvoor... In de jaren 70, jaren 80 waren de onder andere de Surinaamse en de Antilliaanse gemeenschap waren echt zichtbaar. Maar daarna heeft er geen overdracht plaatsgevonden. waar ik nu tegenaan loop en wat ik ook zie in bijvoorbeeld Suriname of Curaçao, is dat wij nog niet ver genoeg gedecoloniseerd zijn. Ja? En als dat een gegeven is, dan wordt het voor ons ook een opdracht om te beginnen met een blauwdruk. Hè, wat wij over kunnen dragen aan de jongere generaties. Ja, we kunnen nu al heel hard aan de slag gaan, maar als wij niks overgeven en als we ook niet met een duurzame mindset aan het werk gaan, dan begint de jongere generatie weer opnieuw. Ja. En loopt de jongere generatie weer tegen dezelfde problematiek aan. Hè. Als wij nu ruimte hebben weten te creëren door bepaalde onderwerpen wel bespreekbaar te maken, dan moet je het ook niet willen accepteren dat anderen die ruimte verkwanselen. Ja. Snap je? Je hebt het verworven, houd in stand, geef het door. Dus een maat van transparantie gaat enorm belangrijk zijn. En ja, transparant zijn naar elkaar toe is nu nog een beetje ingewikkeld. Hè? Maar het heeft ook te maken met dat wij een jonge generatie zijn. Ja. Dus laten we vooral moeite blijven maken in plaats van te weinig doen. Ja, dan ga ik gelijk even, voordat we weer naar Ocean gaan zometeen, aan de jongste hier vragen. Ja, hoe die intergenerationele kloof wil ik het niet altijd noemen, maar hoe dat te overbruggen? Hoe krijg je dat weer bij elkaar, Panzo? Want ik weet dat je daar met je werk, maar ook in alle maatschappelijke activiteit heel erg druk mee bezig bent. Ja, nou, twee dingen wil ik daarover zeggen. Allereerst, toen inderdaad wat met George Floyd toen gebeurde. Toen dacht ik wel van, oké, wat er nu gebeurt, we moeten leiderschap tonen. En leiderschap is wat mij betreft dat je verantwoordelijkheid neemt. Hè? Dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven, maar ook voor je omgeving. En ik belde toen een aantal zwarte leiders op. En ik zei, luister, wat er nu gebeurt is echt, echt heel erg verschrikkelijk. En we worden allemaal geraakt eigenlijk in onze waardigheid. En laten wij nu verantwoordelijkheid nemen. Want als wij verantwoordelijkheid nemen, dan bepalen wij de frame waarin dit gesprek gevoerd wordt en hoe wij vooruit willen. Want als wij dat niet doen, dan gaan andere mensen dat voor ons bepalen. En dan krijg je dus inderdaad de verdeel- en heersmethodieken die hebben plaatsgevonden. Het is ook geprobeerd, hè, voor alle duidelijkheid, toen de tijd om dat te doen. Om de discussie af te leiden naar, mag je wel demonstreren? Is de toon niet verkeerd? Nou, noem het maar op. Ja. En dat is het eerste wat ik wilde zeggen. En het tweede, als het gaat om een initiatief, wat ik toen genomen heb, een van de initiatieven is
om met een beweging te komen in CLEADERS, de Inclusion Leaders Network. Vanuit juist het idee van laten we nou bij elkaar dichter bij elkaar komen. Of je nou vecht voor vrouwenrechten, of je nou vecht voor islamofobie, of je nou vecht voor tegen racisme. Discriminatie, verschillende vormen van discriminatie. Op het moment dat wij bij elkaar komen, want uiteindelijk vechten we allemaal om te zijn. Hè? Te zijn wie we willen zijn, voor onze waardigheid. Als we nou bij elkaar komen, dan kunnen wij daadwerkelijk een macht vormen en daadwerkelijk dingen in de maatschappij veranderen. Dank je wel. Ocean. Het volgende stuk heet I Was On The News Again. I was on the news again, but it's nothing new, my friend. Today I gotta prove again that I'm a good man, that I'm better than what's on the news again. Said it's nothing new, my friend. Today I gotta prove again and again that I'm a good man, and that I'm better than. So I throw my hands in the air and I wave them, cause they just won't care. I only got one chance if they scared. So I throw my hands in the air and I wave them, cause they just won't care. I only got one chance if they scared. I was on the news again. Today I gotta prove again that I'm a good man, that I'm better than a black man, black man, black man, black man. I'm black man, black man, black man. Looking at something that you don't understand. You don't know how to describe what you see, so you call it black, but that's not me. I'm not black. I'm deep. The black you see is the color of your ignorance. You are in the dark about my light. It's bright. I'm not black. I'm deep. Purple. Like the amethyst that I hold in my hand, that's connecting my crown to all the stars in the universe. Look up and feel its infinity. There is infinite possibility that you can't see. It might seem black to you, but it's infinite like me. I'm not black. I'm deep. It's like when you close your eyes and you enter deep sleep. And the black behind your eyelids becomes the landscape. Black created your dreams, but it's all gone and forgotten now that your eyes are hit by the light of day and your boat. Woke by the light of the sun,
Well, see, I'm the forgotten son of the earth. So the ground you're standing is the ground that made me. I was the first black everything, and I'll be the last black nothing, stuck inside the rhythm and blues of a truth that I'll die for time and time and time and time and time and time and time. Look up and feel its infinity. There is infinite possibility. I am infinite possibility that you can't see. It might seem black to you, but it's infinite like me. Yes, it's infinite like me. Infinite like me. I was on the news again. Thank you. Dank, 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 dank. Ja, ik word er stil van. Ja. Misschien goed voordat we gelijk doorgaan naar het tweede gedeelte van de panel. Of in de tussentijd, we hebben een prachtig ook muziek wederom gehoord. Zijn er vragen vanuit de zaal? Ik had een beetje opgeschreven. U stelde de vraag waarom wij geen verbinding kennen. En onze verbinding is soms moeilijk te vinden, omdat we vaak subculturen zijn geworden van dominantere culturen. Dat wil zeggen dat we ook de waarden en de bestaande normen hebben overgenomen. En die bestaande normen zijn ook gevormd ten tijde van slavernij en kolonialisme. Die gedachtegoeden die hebben wij overgenomen omdat we wel moesten om te overleven. We hebben het niet gedaan omdat we het wilden, maar omdat we ons anders niet konden bewegen binnen die samenlevingen. Dus we hebben onder dwang hebben wij bepaalde normen ons eigen gemaakt. En nu zie je, zoveel generaties later, dat die overgedragen zijn in onze mentaliteit. Niet alleen maar in woorden, maar in ons gedrag, in onze manier van kijken, in de toon van praten, in onze houding, in alles. En dat hebben we overgedragen aan onze kinderen, die hebben dat gekopieerd. En nu is het ook bij ons een norm geworden. En daarbij wou ik... Sorry, moet ik het weer helftjes erbij halen. En daarnaast, de heer Leerdam, die maakte net een punt dat we eigenlijk nu de pijn mogen... Dat we het gevoel hebben dat we de pijn mogen uiten die we gevoeld hebben al deze generaties lang door middel van de excuses. En dat ben ik met u eens, dat we nu inderdaad die vrijheid of die ruimte voelen die voor ons gecreëerd is. Maar aan de andere kant is dat eigenlijk ook wel weer een realisatie dat wij wachten op de toestemming om te mogen voelen. En zoals Sylvana net heel mooi zei, wij mogen zijn. Ja. En dat is niet alleen een recht wat wij hebben, maar het is een gegeven. Dat is niet een recht wat wij krijgen. Dat is een gegeven als mens, dat wij mogen zijn en mogen voelen en mogen ervaren. Want dat is wat het leven is, ervaren. Dus ook de pijn die daarbij hoort. Mooi, dank u wel. Dank u wel. Ik zag inderdaad nog een paar handen in de zaal. Zouden of even opnieuw, daar zie ik. Wie nog meer? Oh, hier ook. Ja. Ik wilde een toevoeging maken, want ik denk dat het voor ons hoe komen we weer terug, of hoe komen we bij elkaar? Ik denk dat het toch heel erg zit in het omarmen van die Afrikaanse identiteit. In die zin ben ik een Pan-Afrikaan. Want ik denk dat als we teruggaan naar die waarden, naar dat beginpunt, dat moet ons vertrekpunt zijn. Dus in dit jaar vind ik ook het omarmen van alles wat te maken heeft met de Afrikaanse identiteit echt belangrijk. En ik denk echt dat het vertrekpunt moet zijn. Ik wil toch iets zeggen over die excuses, want natuurlijk...
heel veel mee te maken gehad. Ik ga hem een geven, maar kijk naar hem, hè. Ja, één dingetje. Ik vind het belangrijk om te zeggen dat die excuses niet gaan over toestemming. Die gaan over de voorouders onderdeel maken van die geschiedenis. Maar na de afschaffing van de slavernij hebben ze nooit het excuus gehad. Ja. En zijn ze geen onderdeel geweest. En dat is even watgene wat ik nog even... Mooi. Dank u wel. Mevrouw daarin, ja. Ik voel me een beetje nervous al, want Nederlands is niet mijn eerste taal. En ik heb geprobeerd mijn best te begrijpen. Ik krijg het gevoel... In de eerste plaats, ik wil zeggen dankjewel aan al de mensen hier... dat voor hoe lang jullie hebben gewerkt om dingen zo ver te brengen hier in Nederland... De awakening, zeg maar, over de situatie van de zwarte mensen. Van mijn hart en ik denk van iedereen hartstikke bedankt. Oh. Alles wat jullie doen. Ik heb eigenlijk 3 commentaar en 1 vraag. Misschien beter de vraag. Eén ding dat stands out voor mij... is de divisie of de... sabotage tussen de zwarte gemeenschap. Ik denk de meneer John had het over. Je probeert iets goed te doen, maar toch, er is altijd het lijkt een zwarte mens of mensen die doet iets, zegt iets om te saboteren. Ik vraag me af, dit is best wel diep geworteld. En als ik zit te denken, ik vraag me af, gaat dit niet terug naar Afrika? De voorouders die hebben geholpen om zijn eigen te verkopen, is de juiste woord, verkopen. Ja. Ik denk dat van generatie naar generatie naar generatie, natuurlijk is het uitgebreid, misschien bij de witte mensen in allerlei vormen, maar als het is van generatie tot generatie, is het, vinden jullie dat het goed is misschien dat we... moet terug naar deze wortel kijken. Oh, mooi. Sylvana wil daarop reageren. Als het mag, John. Ja. Ook daar weer meerledig, maar ik ga proberen het kort te houden. Wat wij in Den Haag in de Kamer met onze fractie altijd hebben geprobeerd... is om het narratief te verschuiven. Het gaat niet om de onderlinge oneenigheid. Het gaat om het bestrijden van de dominante actor... Geweld en onrecht is van alle tijden. En niemand beweert dat onze mensen... historisch gezien daar geen onderdeel van zijn geweest. Maar het is belangrijk om altijd uit te zoomen. We doen allemaal... handelen we voor een groot gedeelte afhankelijk van onze omstandigheden. Dus natuurlijk zijn wij onderdeel van dat wat mis is gegaan, om het maar even zo te zeggen. Maar waar we met elkaar verenigd zijn, is onze plek tegenover die dominante actor... die dingen naar een schaal heeft gebracht die zijn weerga niet kent. Dus we hebben altijd rangen en standen gekend en mensen meer of minder waarde toegekend. Ik zeg niet dat het goed is, ik zeg dat het een realiteit is. Maar het institutionele karakter van de handel in mensen... de ontheemding, het verwoesten van de cultuur, et cetera, et cetera, et cetera. We need to get past dat andere, als u begrijpt wat ik bedoel. Mooi. Allereerst mijn dank naar de sprekers die op de bank zitten en de sprekers die ervoor zijn geweest voor dit thema van vanavond. Ik lees op het scherm leiderschap na de komma. Ik heb jullie nu geluisterd. Ik hoorde onder meer Ivel zeggen van... goh, laten we niet de vergissing begaan... dat hetgeen wat we nu aan het neerzetten zijn... dat het verloren gaat voor de komende generaties. En toen moest ik het als volgt samenvatten. Toen dacht ik, volgens mij gaat het om duurzaam leiderschap. Betekent enerzijds ruimte geven en richting geven. En mijn vraag aan jullie is vervolgens van... goh, waar kunnen we als we optrekken met jullie uitvoering van die opgave? Bedankt voor de vraag. Ik geef daar op verschillende manieren invulling aan.
Ik ben dit jaar gestart met een klein collectief mensen. En wij zorgen nu, of nee, wij zorgen niet. Wij zijn nu stappen aan het maken om ons te richten rondom het stukje pijn bij mannen. En daar komt een blauwdruk van. Ik kan er jammer genoeg nu niet al te veel over zeggen. Aan de ene kant ligt dat aan de kapers die op de kust zijn. Maar ik geef in elk geval wel mee dat we continu bezig zijn met een duurzame gedachte om te zorgen dat met name mannen, en nogmaals, ik vergeet vrouwen echt niet, maar dat met name mannen nu aan de bak moeten. Ik denk dat, dat vrouwen meer dan genoeg hebben geleden onder het juk van zwarte mannen. Mooi. Ja, en sorry dat ik niet iedereen laat antwoorden, want dan gaat de tijd ook weer te snel. Dus ik probeer gewoon elke keer iemand anders een antwoord te laten geven. Ja. Mijn naam is Ina Vijzelman. Ik wilde eigenlijk nog graag een punt aan de discussie toevoegen. Ook een punt wat genoemd is door Linda Nooit Meer. Wat je met excuses krijgt, is dat er erkenning is gekomen. Als er erkenning komt, dan komen de verhalen los. En wat ik een beetje merk, is dat er haast is naar de toekomst toe. En ik zou er echt voor willen pleiten, en ik spreek uit ervaring, maar dan vanuit een andere hoek, om vooral ook aandacht en ruimte te geven aan die verhalen. Want die verhalen heb je nodig als je ooit nog tot verzoening wil komen. Ja, mooi. Dus dat wou ik zeggen. Heel mooi. Ik wil daar graag op reageren. Ja, want hoe ga je onthaasten? Ja, een van de punten die wij, die Peggy, Brandon en ik steeds op hameren, is dat er, je ziet dat men in Nederland, in Amsterdam en ook het ministerie van OCW, die willen dat we zo snel mogelijk met het rapport komen om eigenlijk de punten op te lossen zodat ze verder kunnen. En wat wij steeds tegen ze zeggen, dat gaan wij niet doen. Dat kan ook niet. Het heeft zo lang geduurd voordat dit, die pleister er nu eindelijk af is. En wat we merken, dat op ieder van de landen, in ieder van de landen, dat de mensen ook gewoon tijd nodig hebben en hun eigen ritme hebben. Omdat de pijn die naar boven komt en de verhalen die naar boven komen, die hebben gewoon een helingstraject die wij ingaan met elkaar. Dat betekent dat je de tijd moet nemen om één keer naar het verhaal te luisteren, een tweede keer te documenteren en vervolgens vragen als het klopt, als het feitelijk klopt wat we hebben gehoord. Dus dat betekent dat je niet zomaar er doorheen kan walsen. Dus ik ben helemaal met u eens. Dat is een proces en het is een pijnlijk proces en een ingewikkeld proces die we met elkaar aan moeten durven gaan. Ja, mooi. Mag ik heel brutaal, terwijl de microfoon aan het reizen is, naar de volgende vraag? Jazeker, ik loop langzaam. Toch nog even antwoord geven op de vraag over duurzaam leiderschap. Ik vind het belangrijk, omdat we op 22 november aanstaande verkiezingen hebben. Ja. En als het over duurzaamheid gaat, dan durf ik te zeggen dat we met Bijeen een duurzaam platform hebben gebouwd. Dat als het aan mij ligt, bestaat zonder aanzien des persoons. Met andere woorden, de partij is niet Sylvana Simons. De partij staat, heeft afdelingen. Sommige zijn sterker dan anderen. Er is ook daar nog veel te leren. Maar ik heb de afgelopen maanden te vaak gehoord, als jij er niet bent, op wie moet ik dan stemmen? Dat is een kortzichtige manier van denken. De standpunten van de partij zijn er. Het platform is er als het over duurzaam leiderschap gaat, dat je kunt doorgeven. Zoals ik het doorgeef aan de volgende lijsttrekker, Edson Olf. Zo hoop ik dat de partij gezien wordt als een van de duurzame platformen, waar afhankelijk van hoe jullie ermee omgaan, we nog tot in tientallen jaren de vruchten kunnen plukken. Dat toch even zeggen. Echt. Ik vind dat een prachtige reflectie. Waarom? Het gaat niet alleen over dat jij ruimte creëert, maar dat de community zelf ook accepteert en ruimte geeft aan de volgende die komt. Heel mooi. Volgens mij wilde jij er ook echt nog even op reageren. Ja. Eigenlijk hetzelfde punt, hè? Ik zeg ja. Altijd hetzelfde punt. Ja, precies. Maar ik heb precies hetzelfde punt, maar dan voor D66. Ja. Exact hetzelfde. Ja.
Ja, nee, ik wilde vertellen iets wat iemand mij ooit verteld heeft. Ik heb ooit een gesprek gehad met de campagneleider van Barack Obama, die mij vertelde dat hij natuurlijk een fantastische campagne heeft neergezet met Yes We Can Change, We Can Believe In. Maar dat die campagne eigenlijk, campagnes zijn altijd, is een soort project, het eindigt op een gegeven moment. Maar toen hij dus op een gegeven moment in macht was, als president was, had hij toch te maken met zoveel oppositie. Alle plannen die hij had, die kon hij nauwelijks meer uitvoeren. En als hij de campagne had omgezet naar een beweging, een duurzame beweging vanuit de maatschappij, dat die steun er natuurlijk duurzamer was geweest en dat die plannen eerder doorheen zou zijn. Ja, en dat is dus in mijn ogen wat het heel belangrijk is vanuit onze community in ieder geval. Dat we niet alleen maar inderdaad onze politieke leiders kiezen, maar dat we ook werken aan die fundamenten. Die fundamenten die ervoor gaan zorgen dat wanneer er een politieke leider inderdaad daar in de Tweede Kamer zit, en ik hoop dus 22 november daar te zitten, dat er dus ook vanuit de maatschappij dus steun is en dat iedereen zich ook laat horen. Want dat is ook een belangrijke geluid wat ervoor gaat zorgen dat er meerderheden gecreëerd kunnen worden en daadwerkelijk die punten er doorheen komen. Ja. Ik laat eerst even Leroy, want die wacht al heel lang om te reageren, of niet? Ja, toch? Ja. Ja. Het volgende, even een toevoegingen. Er werd gevraagd over leiderschap na de comma. Nou, wij hebben hier in Utrecht ook excuses gekregen van onze burgemeester. Vanaf dat moment dacht ik, we kunnen gaan zitten wachten totdat de politiek iets verzint, of wij kunnen vanuit de gemeenschap zelf wat gaan doen. Dus ik heb een initiatief genomen om een Anansi Meetup te organiseren. Samen met de gemeenschap, voor de gemeenschap, door de gemeenschap. En daarbij dus ook te gaan praten over wat na de comma komt. Dus wij zitten nu een beetje in de spatie. Dus dat komt wat mij betreft Dank helemaal goed. Dus ook aan die broeder daar, ik wil jou uitnodigen bij de volgende meetup. Dan gaan we praten over van alles en nog wat. Ja, heel goed. Over ons. Dank je wel. John, je wilde volgens mij op het punt van duurzaam leiderschap. Het enige wat ik wil toevoegen, ik denk dat het een heel goed punt is dat aangekaart is. En ik kan even zeggen, het gaat niet om mij per se, maar ik ben wel een klasje begonnen, 6 jaar geleden. En daar zitten er nu iets van 13 mensen in. En ik heb bondgenootschappen gesloten met andere leiders. Mensen die weten van de hoed en de rand, hangt vanaf welke inhoudelijke kant de desbetreffende jonge persoon op wil. En wij zorgen gewoon dat ze klaargestoomd worden om leiderschap over te nemen. Want dat is wel iets wat we moeten doen. En soms is het ook zo dat binnen onze eigen kringen, dat is ook iets wat we moeten leren, om soms op tijd weg te gaan. En die jongeren, die jonge generatie, de kans te geven om te kunnen groeien en om hun leiderschap te kunnen tonen. Want als wij daar blijven zitten, dan gaat het niet gebeuren. Dus we moeten ook dat estafette, dat stokje moeten we ook overdragen. Ja. Dus dat is ook een vorm van leiderschap, duurzaam leiderschap. Ja, want dat is misschien ook tegelijkertijd de andere kant. In het Turks heb je een woord dat heet zetelliefde. dat de oudere generatie heel erg van hun zetel houdt waar ze op zitten. En vooral binnen organisaties waar ze vrij moeilijk weg te krijgen zijn. Hoe krijg je dat? Want we hebben inderdaad gehad van ruimte creëren. Maar hoe zorg je ook dat soms iemand of een aantal mensen die op sleutelposities zitten, misschien toch ook tot dat zelfinzicht komen dat het tijd is voor die nieuwe generatie? Ja, maar dat heeft ook te maken met de strijd, de emancipatiestrijd die ze soms hebben gevoerd. En dat is vaak niet over één nas ijs gegaan. En er zit soms heel veel pijn, ook hier zit heel veel pijn in. Dus het is ook aan ons om te zorgen dat je de mensen het gevoel van veiligheid geeft en dat je ze erkenning geeft. Dat je ze meeneemt in dat proces van erkenning. En dat je soms, in Nederland zeggen dan op een hele negatieve manier eigenlijk, we promoveren iemand weg. Maar je kan ook zeggen, we maken ze een wijze man of vrouw in een ander proces. Maar dan neem je ze mee. Dan hebben ze niet het gevoel dat ze weggezet zijn. Mooi. En dat is iets wat we ook moeten leren om daarmee om te gaan. En ik denk dat dat
wij leven in een tijdperk waar dat soort dingen heel erg een rol gaan spelen. En daarom vond ik ook de inleiding van Arthur zo treffend. Want dat heeft alles te maken met dingen gaan nu opeens heel snel. Er is echt heel veel gebeurd in het afgelopen jaar. Maar het gaat nog sneller gaan en er valt nog heel veel te doen. So we have to kick ass. Ja, mooi, heel mooi. Sylvana, mag ik ook een persoonlijke vraag stellen? Ik kan me voorstellen dat je een heel proces hebt doorgemaakt voordat je zelf tot een beslissing bent gekomen om de politiek te verlaten. En we hadden het al heel eventjes voor het event ervoor van... Ja, niemand heeft ooit een keer in je schoenen gestaan en heeft ook de offers gezien of meegemaakt die je hebt moeten brengen, ook in jouw rol als leider. Hoe heb je dat proces ervaren en wat is voor jou daarin jouw belangrijkste les? Ook kijkend dat nu heel veel mensen de Kamer verlaten en een soort van vacuüm aan het ontstaan is. Wauw, ik denk dat... iemand zei, het is nog te vroeg om te reflecteren. Sorry, ik ben even kwijt wie dat was. Sorry, Arthur. Dat voel ik. Het is voor mij persoonlijk nog te vroeg om te reflecteren op de afgelopen 8 jaar. Want ik heb 2 jaar in de Kamer gezeten, maar mijn politieke reis heeft 8 jaar geduurd. Dus dat is best moeilijk om daar antwoord op te geven. Tegelijkertijd hebben veel mensen een beetje meegekregen welke offers ik heb gebracht en welke prijs ik heb betaald. Ik denk dat een van mijn drijfveren altijd is geweest, het gaat niet over mij. Wat ik doe, doe ik for the greater good. En het is ook de greater good die mij draagt. Ik heb wel vaker gezegd, elke keer als ik van mijn zetel naar het spreekgestoelte liep, dan liep ik niet alleen. Dan wist ik wie er met me meeliep, waarom er met me meeliep. Ik wist welk mandaat ik had, welke opdracht ik had. Daar heb ik me altijd aan vastgehouden en ook gehoopt. We hebben het vanavond ook over waardigheid. Dat met waardigheid, die rol met waardigheid te vervullen. Overigens wil ik over waardigheid nog zeggen. Waardigheid is ook een valkuil. Pas op voor respectability politics. Pas op voor het narratief van je moet op een bepaalde manier bereiken wat wij met z'n allen te bereiken hebben. Over waardigheid gesproken. Ik heb een paar dagen geleden iets heel onwaardigs gedaan in de Tweede Kamer. En ik ben er zo trots op. Want ik heb mijn middelvinger opgestoken. En ik wil het echt even zeggen, want het is waardigheid. Het kan ook op een waardige manier. Nou, snap je? Ja. Dank je wel. Waardigheid is ook iets wat ons vaak wordt... het wordt vaak als een stok tegen ons gebruikt. Je moet op een bepaalde toon spreken, je moet je op een bepaalde manier presenteren. Nee, we hebben verhalen te vertellen, die mogen we vertellen, ongeacht hoe wij ze willen vertellen. Maar ik heb altijd geprobeerd een waardig leider en een waardig volksvertegenwoordiger te zijn. Omdat ik me wel altijd gerealiseerd heb hoe groot de verantwoordelijkheid was. Hoe doe je dat? Ik weet het nog niet. Ik moet daar nog over gaan voelen, zeg ik steeds tegen mensen. Dat ga ik de komende tijd in alle rust doen. Maar de verantwoordelijkheid weten, en dat is geloof ik wat Leroy vanavond, waar Leroy vanavond mee begon. Ook al is het niet correct, je weet dat je altijd een vertegenwoordiger bent van jouw community. Het is niet hoe het zou moeten zijn, maar ik weet dat hoe ik mij presenteer en gedraag, dat anderen daarop worden afgerekend. Dus dat heb ik wel altijd in mijn achterhoofd willen houden. De offers... zoals wij hier allemaal zitten, wij in een misschien wat meer publieke taak en iedereen hier in deze ruimte, we brengen ze allemaal. En voor mij is het altijd belangrijk als je maar weet waarom je ze brengt. Dan gaat het van pijn, dan wordt het van offer, wordt het een bijdrage. Dit is wat ik mag bijdragen aan de emancipatie. En nogmaals, ik hoop dat ik over een tijdje nog beter dat kan verwoorden als ik de rust heb gehad om te voelen. En te helen ook. Ja. Om een voorbeeld te geven, heel kort, sorry Jamil. Afgelopen dinsdagavond hebben we in de Tweede Kamer een heel heftig debat gevoerd over de actualiteiten. De situatie in Israël en Gaza. En ik heb 2 dagen nodig gehad emotioneel om daarvan bij te komen. Vanmiddag toen ik wakker werd na een hele late nacht, gisteravond ook weer in de kamer. Toen keek ik op Instagram naar de reacties op die bijdrage. En die waren laaiend enthousiast en positief en mensen voelen zich gezien en gehoord. En dat maakt me heel blij.
dan vallen die twee dagen dat ik emotioneel mezelf moet oplappen, ze vallen niet in het niet, ik voel het wel. Maar het is in plaats van een offer, is dat nu mijn bijdrage, ja, aan de erkenning voor al die mensen die zoveel kracht hebben gehaald uit die bijdrage. Mooi. En durf ik me ook te wentelen, nogmaals, in... Dat zijn de mensen die elke keer met me mee zijn gelopen naar de microfoon. Dus ja, het doet zeer, ja, het doet pijn. En ik ben toevallig iemand, ik vind het niet altijd makkelijk om dat publiekelijk te delen. Maar ik wil er ook niet, ik wil het ook niet wegstoppen. Die offers, die doen pijn. Die horen erbij. En nogmaals, je mag ook zeggen tot hier en niet verder. Dat heb ik gedaan, tot hier en niet verder. Omdat ik ben uiteindelijk de belangrijkste persoon in mijn leven. En mijn gezondheid is in dat opzicht voor mij prioriteit. Maar wees bewust van de reis die je wilt afleggen en wat dat kost. Ja. En gun jezelf ook om te zeggen, nou nee, tot hier of daar wil ik niet gaan. Ik denk dat ik namens de hele zaal spreek. Dat die keuze en je rust meer dan gegund is. Echt super, super blij ook. En trots ook dat je die keuze hebt durven maken voor jezelf. Dank je wel. Ik wil eigenlijk doorgaan op het stukje heling. Je triggerde mij, omdat ik zelf toevallig met de mannencirkel bezig ben ook. Niks van jou gestolen, leave me. Misschien kunnen we een keer van gedachten wisselen, elkaar versterken, I don't know. Maar ik vond het heel mooi. Wat is voor jou de aanleiding geweest om daarmee te beginnen? Want voor mij, ik koppel dat ook gelijk aan een stukje heling. Welke heling, wat is voor jou die heling waarom jij met die mannen, ik noem het even cirkel voor het, of mannengroep nu bezig bent? Ik heb twee redenen. De eerste reden is, ik heb verschillende dingen binnen de politie gedaan. Ik ben ook regisseur geweest, algemeen regisseur. En ik heb van dichtbij mogen zien wat femicide is. En ja, dat is gewoon niet goed. Dat is gewoon echt niet goed. Als ik als man daarin iets kan betekenen richting onder andere jongens of andere mannen, dan ga ik dat niet nalaten. Ja, nee. Nogmaals, femicide is het meest walgelijke wat je mee kan maken. Daarnaast hebben wij de hele dag of de hele tijd over pijn. Maar er is tot nu toe nog geen ruimte geweest om te praten over de boosheid. Snap je? Ik, ook in de documentaire, wij mochten praten over de pijn. Maar we zijn ook boos. Ja. Er zijn excuses gemaakt. Sommige mensen grijpen het aan om nu te mogen helen. Maar ik ken ook een hele grote groep mensen die gewoon echt oprecht boos zijn. Ja. Echt boos. En weet je, boosheid kan je verbitterd maken. Dat kan je helemaal kapot maken. En als je manieren weet te verzinnen of te bedenken, al dan niet met professionals, om daar in te helen, ja, dan denk ik dat je veel meer terug kan geven aan de maatschappij. Mooi. Dus dat zijn mijn motieven. Mooi, mooi, dank je wel. Een Panzo, ik ken jou als ontzettende verbinder. Waar is er bij jou ook ruimte om boos te mogen zijn? Omdat, zoals je kent van nature, de verbinder op een waardige manier. Maar waar is de ruimte daarvoor, ook vanuit je politiek, waar je nu mee bezig bent? Wat zijn voor jou de momenten dat je ook denkt van, ja, nu mag ik boos zijn en die ruimte pakken? Omdat ik niet altijd verbindend of in verbinding kan staan. Goeie vraag. Ik denk zelf dat de momenten dat ik laten we zeggen, in actie ben gekomen en veranderingen heb proberen te brengen, dat die voortkwamen uit boosheid. Boos omdat ik als 11-jarige een brief moest voorlezen
aan mijn moeder dat wij het land moesten verlaten. En vervolgens heeft die situatie 13 jaar geduurd als ongedocumenteerde zonder verblijfsvergunning in Nederland. Boos toen ik 21 werd en toen ik wederom een brief las waarin stond: je moet binnen 8 weken moet ik zeggen, het land verlaten. Anders word je gedwongen uitgezet. Wat uiteindelijk ertoe geleid heeft dat, dat ik een procedure ben begonnen. Wat heeft geleid dat we als familie hier in Nederland mochten blijven. Boos dat mijn zus in Amerika overleden is. Eigenlijk dood is gegaan door etnisch profileren. En doordat zij behandeld is alsof zij geen mens is. Dat heeft ertoe geleid dat ik gezegd heb: ik wil de politiek in. Ik wil dat etnisch profileren, racisme, dat daar een einde aan komt. Boos, wanneer ik in 2018 staande word gehouden, ook zelf etnisch geprofileerd word, om me heen kijk en zwarte mannen, zwarte vrouwen zie die ook staande gehouden worden, terwijl dat de rest mag doorlopen. Die boosheid heeft ertoe geleid dat ik die klacht en uiteindelijk die rechtszaak ben begonnen samen met andere mensen. Boosheid voor mij betekent energie. Energie die je om kunt zetten in iets positiefs. En ik kies ervoor om om te zetten naar een heel duidelijk doel. En het doel, dat is dus verbinding. Mooi, dankjewel. Ik zie, gezien, hoeveel vragen zijn nog? Gezien de tijd moet ik eigenlijk naar het volgende. Ik zie hiervoor, daarboven en hier nog. Ja, we beginnen eerst bij de meneer bovenin. Er is zoveel gezegd, verbinding, naar elkaar luisteren, gesprek aangaan. En ik zou John willen uitnodigen, want het is met name geschikt om dat theater, dat medium te gebruiken om ook te laten zien hoe je met elkaar in gesprek gaat. Je moet het leren over je pijn praten. Want de blanken die hebben ook pijn. Je moet over mekaars pijn kunnen praten, het gesprek aangaan. Niet alleen over dat pijn van de zwarte, van de neger. Nee. Oh, dat. Sorry. Excuus. Ik heb gekeken naar President's Daughter met Cynthia McLeod. Prachtige film. Excuus dat ik u onderbreek, maar... Wil je publiek bereiken? Dat is ook een probleem. Meneer, excuus dat ik u onderbreek, maar mensen gaan aan op taal, op woordgebruik is heel krachtig. En we gebruiken de term wit en zwart. En niet het N-woord, al helemaal niet in deze context doen we niet. En al helemaal niet in de Black Achievement Month met de zwarte gemeenschap. Dus vandaar dat ik even u onderbreek hierin. Laten we doorgaan, we hebben nog een andere. Sorry, als iemand zijn excuses wil aanbieden, laat ik het altijd toe. Ja, zeker. En misschien ook even een heldere keuze. Nou, dankjewel voor deze interventie. Neem niet weg dat meneer een inhoudelijk punt maakt. Ik zou daar best wat over willen zeggen. Heel kort. Ja. Het is niet langer de verantwoordelijkheid, voor zover het al ooit geweest is, van de zwarte gemeenschap om de pijn van de witte gemeenschap in dit proces te verzachten. Neemt niet weg dat we elkaar zullen moeten vinden. Ik heb altijd gezegd, Nederland moet zichzelf helen. Want Nederland heeft het hardste nodig. En de witte mens heeft het hardste nodig. Want wij beginnen weliswaar nu met de concrete gesprekken, maar wij zijn als zwarte gemeenschap al best een tijdje bezig. En voor heel veel witte mensen is alles wat hier gebeurt helemaal nieuw. Maar ik zou de zwarte gemeenschap willen vrijwaren van de verantwoordelijkheid om voor witte emancipatie te zorgen en om het ongemak weg te nemen bij de witte gesprekspartner. Want we hebben al genoeg aan verantwoordelijkheid aan onze eigen heling, aan onze eigen bewustwording, aan onze eigen come together, vind elkaar. Die opdracht is groot genoeg. U heeft het over kunst, heel kort. Veel van ons kennen de podcast, de
plantage van mijn voorouders, waarin een witte en een zwarte nazaat van dezelfde plantage elkaar vinden en de reis maken naar hun heling. Daar is nu ook een mooi toneelstuk van. En zo zijn er op dit moment heel veel mooie toneelstukken en theateruitingen, kunstuitingen rondom dit onderwerp. Maar mijn vraag zou echt zijn, zodra er een wit bewustzijn komt, en we kunnen wel werken aan het, wij kunnen wel onderdeel zijn van het witte bewustzijn, maar niet van de witte heling of het witte ongemak. Ik wil daar geen verantwoordelijkheid voor. Absoluut niet. Eigenlijk had mijn vraag wel voor die meneer kunnen zijn. Want dat was, het gaat er namelijk om dat ik kom van een generatie, ik ben ook een vijftiger, hè, waarop onze ouders zeiden van ga zitten nou je mond. Mijn kinderen doen dat niet meer. Het is ook de generatie die opstaat, die het snapt. Ik wilde eigenlijk terugkomen op die blauwdruk, hè, dat wij als vijftigers en alles tussen de 80 en de 50 een soort van verantwoording hebben om het over te dragen aan onze kinderen. Zichtbaarheid is daarbij heel belangrijk. Wil ik ook benadrukken dat er partijen zijn die al meteen zichtbaar zijn, waardoor we niemand naar boven hoeven te stemmen. Dus ik zou zeggen, let daarop. Desalniettemin wil ik eigenlijk zeggen, hoe kunnen wij juist die mensen bereiken tussen de 50 en de 80... die moeten waarborgen dat onze kinderen de kracht gaan dragen te kunnen zijn wie ze zijn. Want de generaties gaan verloren doordat zij het elke keer op zichzelf moeten doen. Ik mis het stukje, hoe kunnen wij hen bereiken? En ik denk dat hier hele belangrijke partijen zijn die daaraan kunnen bijdragen. Terwijl Osiris Loop gaat aan de Nestor in de groep vragen, wil je daar heel kort, echt kort, hè? John, echt kort, kort. Kort, kort, kort. Want ik krijg al de hele tijd weg van, je bent over de tijd heen. Dus, ja, dus even een heel kort. Dus hoe gaan we de groep van tussen de 50 en 80 bereiken? Ja. Door te zorgen dat we de groep tussen de 20 en 50 ook bereiken. Mooi. Ik vind dat je die verbinding moet maken. Ik denk niet dat we ze uit van elkaar moeten gaan scheiden. Ik ben nog steeds, ik wil op een positieve noot namelijk, vind ik toch dat we die positieve noot moeten benoemen. Ik denk dat we echt een inhaalslag moeten doen of moeten maken om te zorgen dat we investeren in de jongere generatie. Ja. En op die manier hun ook te verbinden aan de, ik noem ze, want ik ben zelf ondertussen 62, aan die mensen die ervaring hebben opgedaan. Levenservaring hebben opgedaan. Ja. Dus ik denk, ik zou ervoor willen pleiten om die twee naar elkaar te brengen. Dat was kort en krachtig. Heel goed. Ja. Ja. Hi, ik ben Larissa. Ik heb een ander soort vragen. Misschien niet zo intellectueel, maar wel heel belangrijk voor mij. Mijn vraag is voor Sylvana. Toen jij net hier kwam, toen zag je al heel enthousiast ik werd van jou. Ja. Vroeger toen ik TMF keek, zag ik jou en ik dacht, oh my god, ik kan dit ook. Ik wil dit ook. Ik wil dit, weet je. Maar toen werd ik ouder. Ik heb journalistiek gestudeerd. En toen ging ik dus... Journalistiek heb ik gestudeerd. En nu ben ik presentatrice. Maar vanaf het begin van 2 jaar geleden ben ik pas begonnen, merkte ik al een soort imposter syndrome in mij. Ik heb gewerkt bij een best wel grote omroep. En ik voelde dat er heel veel, ik noem het tokenisme dan, dat er heel veel sprake daarvan is. Omdat ze willen mijn face wel, de look willen ze. Maar wie ik echt ben van binnen, willen ze niet. Ik voel dat met alles gewoon, weet je, met mijn ideeën, met hoe ik ben best wel losjes, ik ben niet zo formeel, weet je. Dat wordt gewoon niet gewaardeerd eigenlijk, wie ik ben. Mijn vraag aan jou is, hoe, misschien is het ook een vraag voor Eiffel, hoe bewaak ik mijn authenticiteit, mijn identiteit, en pas ik toch binnen de witte cultuur die eigenlijk de norm daar is. Want ik wil het maken. Ik wil ook iets zijn en iemand zijn en ergens zijn en ergens bij horen. Maar het lijkt gewoon niet te lukken door wie ik ben als persoon. Hoe doe ik mooi, dat? Mooi, mooi, mooi. Hoe heet je? Hoe heet je? Ik heet Larissa Dadeka. Dat had je al gezegd. Ja. Maar ik was het even kwijt, sorry. Mag ik ook weten hoe oud je bent? Black don't crack, je weet toch? Maar ik ben, ja. Maar ik ben ouder dan ik lijk. Ik ben 28. Goed eerlijk, zo. Ik lijk 21. Ja. Toch? Ja, kan moeilijk nee zeggen. Dus, ja. Ook al zie ik eruit als 29. Ja. Ik ben een paar jaar ouder en dat klinkt badinerend. Zo bedoel ik het niet. Maar toen ik 28 was, zat ik in dezelfde situatie als jij. Ik kon het veel minder goed articuleren en uitleggen als jij nu kan.
Dus dat is al de winst van een generatie die inderdaad, we hebben het erover gehad, die leert zich te uiten en die ook de ruimte krijgt om zich te uiten. Maar ik heb in precies dezelfde situatie gezeten. Misschien heb je haast. Misschien wil je morgen de omstandigheden die voor jou het beste zouden zijn. En misschien heb je haast en zie je door je haast niet welke rol je al aan het vervullen bent. Hoe belangrijk het is dat je daar bent, ook al heeft dat nog niet de vorm en de, het effect en de beloning die jij wil. Mijn advies zou zijn, heb geduld. Ik was 45 toen ik voor het eerst mijn mond durfde open te doen over zaken waar wij nu met z'n allen hierover praten. Ik heb jarenlang was ik op televisie de ene vrouw en thuis de andere vrouw. Toen ik eenmaal mijn mond opende, zeiden mensen, huh? Ik zei, ja, maar dit gesprek voer ik al 30 jaar, maar jullie waren er niet bij. Dus keep going. Want jouw opdracht zit hem niet hier bij dit televisiestation in deze job. It's much, much bigger than that. En omdat je dat voelt, ben je ongeduldig. Dankjewel. Maar keep going. Ja. Dank je wel. En excuus, dit was een prachtige vraag en antwoord om mee af te sluiten. Mag ik een applaus voor Panzu Bamenga, John Leerdam, Ivo Blokland en Sylvana Simons. Ja. En Arthur, we zijn je niet vergeten. Ja. We gaan gelijk door. Gelijk ook een applaus voor Arthur Kibbelaar. Ja, jij moet weer, ja. En ik heb heel veel boze blikken gekregen. Je kent dat tekenfilmpje met zo'n grote stok van Looney Tunes dat ze je normaal van het podium af kunnen trekken. Ik heb het gevoel dat die elk moment kan komen. Maar we gaan nog even vooruitblikken samen om vervolgens nog met Ocean te kunnen afsluiten. Ja, volgens mij is die gewoon aan. Moeilijk. Ja? Ja. Moeilijk. Na zo'n gesprek, uiterst inspirerend, jullie allemaal. Natuurlijk heb ik de neiging om daarop voort te willen bouwen. Maar ik had iets anders in mijn hoofd, omdat ik eigenlijk nog vond dat wij bepaalde dingen niet hadden benoemd. En ik was wel kort, maar ik heb de helft weggelaten. En het ging mij om de instituties en de organen die we nu eigenlijk in Nederland hebben. We kunnen niet vooruitblikken, vind ik, zonder naar de instituties te kijken. We kunnen niet vooruitblikken zonder naar onszelf te kijken. En als ik heel eerlijk ben, kijk ik dan naar een landschap wat nog steeds in ontwikkeling is. Ja, we hebben een nationale coördinator discriminatie en racismebestrijding. Ja, we hebben een staatscommissie tegen discriminatie en racisme. Ja, we hebben politici die zich uitspreken, die dit nu onze stem, denk ik, verwoorden, van welke partij je nu ook bent. Maar we hebben eigenlijk nog, vind ik, en we hebben het NINSEE, moet ik zeggen, ook als een drager van deze boodschap. Maar tegelijkertijd, constateer ik, hebben we nog niet het huis waar we dit soort debatten standaard, structureel, institutioneel kunnen voeren. Mooi. Dus ik constateer in ieder geval een lacune. En die lacune voor mij betekent dat er nog werk aan de winkel is. En het betekent dat wij eigenlijk nog veel meer moeten praten met alle egards en complimenten voor deze organisatoren. Dit is eigenlijk nog te weinig voor wat wij nodig hebben. Dat constateer ik ook naar dit uitstekende panel, naar dit uitstekende debat. Dit moet groter, dit moet in mijn ogen op macroniveau en dit moet duurzaam. Dus daar is één voor mij een vooruitblik wat wel een kritiek in zich houdt. Tegelijkertijd heb ik, en ik wil ook positief, want daar verbind ik mij wel met mijn Panzo. Ja, we hebben pijn. Ja, we hebben boosheid. Waar zijn we? Waar halen we de kracht uit? Waar halen we de veilige ruimtes? Waar creëren we die veilige ruimtes? Om te zorgen dat we niet bedolven worden onder de grootheid van deze enorme vraagstukken. Waarvan wij eigenlijk, zoals denk ik Sylvana zei, maar een klein onderdeel en een kleine deel aan kunnen bijdragen. Dus ik zie voor mij afgelopen
afgelopen jaar als hoogtepunt het gesprek met Brian Stevenson in New York, waar John bij was. Wie is dat voor de niet-kenner? Ik kom. Ik moest eerst zijn naam. Voor mij een van de allergrootste leiders op dit gebied, die de leider is van Equal Justice Initiative. Hij heeft eigenhandig als advocaat nu jarenlang, decennia lang, vooral zwarte mensen uit het gevangenis gehaald die ten onrechte vastzaten. Er is een film over hem, er is een boek van hem. Maar belangrijker is, hij verbindt de grootheid ook op een microniveau. Hij kijkt naar wat je micro kan doen en hij zegt wat er macro speelt. Dus hij zegt, zolang wij niet in het reine komen met onze geschiedenis, de Amerikaanse geschiedenis, kunnen wij ook als micro niet bestaan. En dat vind ik eigenlijk een hele positieve boodschap. Dus hij heeft in een ovatie denderende speech eigenlijk van zijn oma, de strijd van zijn oma, verbonden aan de strijd die we nu voeren. En ik denk dat het eigenlijk heel hoopvol is. Dat we zien dat de vrouwen waar John het over had eigenlijk voor ons ook de inspiratie zijn voor de grote, complexe vraagstukken die voor ons staan. Dus het was een hoogtepunt voor mij om hem na 10 jaar te hebben gevolgd, te horen spreken over zijn oma, maar de verbinding te maken met het slavernijgeschiedenis en ook met wat wij institutioneel nog moeten doen als we het hebben over het justitiële complex wat zwarte mannen met name eigenlijk nu slachtoffer maakt. Dus als ik het heb over wat houdt ons vast en wat is de vooruitblik, dan zijn dat de inspiratiemomenten. Dan zijn het de Sylvana Simons. Dan zijn het de Brian Stevensons. Dan zijn het de leiders die wij eigenlijk op een hoger, nog op een hoger pedestal moeten plaatsen. En het meen ik. Ik denk dat wij daarin als zwarte gemeenschap en witte gemeenschap, en ik hoor de twijfel in de witte gemeenschap, ik begrijp hem ook. En ik ben het eens met Sylvana dat die niet onze opdracht is. Tegelijkertijd roep ik hem heel hard op. We can't do this alone. Mooi, dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel, dankjewel. Excuus voor het oneerbiedig afkappen. Maar ja, ik dacht één boze blik van jou versus heel veel hier in die hoek. Dat kan ik. We gaan richting afronding. Want wat heel vaak wordt onderschat is natuurlijk dank aan artikel 1 Midden-Nederland en MDRA voor de organisatie en voor vandaag ook het creëren van deze veilige plek om met elkaar dit gesprek te kunnen en mogen voeren. Ik hoop dat we dat volgend jaar weer mogen doen en dat dit een terugkerend iets zal zijn elk jaar met de Black Achievement Month. Maar er zijn ook altijd heel veel stille krachten die druk bezig zijn om het mogelijk te maken. Ik zou ook voor hen heel graag een applaus willen. En er staan ontzettend veel organisaties en mensen die moeten bedanken. Ik ga ze niet allemaal noemen. Jullie kunnen ze gewoon rustig lezen. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor alle tijd en energie dat jullie deze kant op zijn gekomen. Voor het geduld dat jullie met mij hebben gehad. Ik ga het woord overdragen aan Gerald en Bernice, directeuren van Artikel 1 Midden-Nederland en MDRA. Die gaan het afsluiten. En tot slot straks ook nog Ocean met de mooie muzikale afsluiting. Dus dank jullie wel en tot ziens. Goed, hè? Daar staan we weer. Ja. Maar we moeten het kort houden, hè? Want de borrel wacht. Natalia, waar ben jij? Kom naar voren. Kom naar voren. Het is een pittige opgave om deze netwerkbijeenkomsten te organiseren. Maar we doen het toch omdat het belangrijk is in ons werk. Dialoog blijft een belangrijk instrument om bruggen te bouwen. En om te zorgen dat we genoegdoening realiseren voor de mensen die dagelijks bij ons melden. Het aantal meldingen is enorm weer. Zowel bij mij als in Amsterdam. Dus we hebben ook een verantwoordelijkheid jegens onze community.
jegens onze mensen. Om met elkaar een draaglijke samenleving te bouwen. Want het is op dit moment niet draaglijk voor iedereen. Dat gezegd hebbende, ik hoorde heel veel woorden van elkaar gunnen. Er voor elkaar zijn. En iemand die daar echt met kop en schouders uitsteekt, is John Leerdam. Dus ik wil hem even naar voren roepen. John, ik hoop dat ik op zijn Antilliaans geen redo ga verkondigen. Hè? Maar ik hou niet van roddelen. Maar je hebt gezegd dat je een stap terug gaat doen met Black Achievement Month, toch? Mag ik dat zeggen? Zit in de pijplijn. Zit in de pijplijn, nou. Hier in Amsterdam en Utrecht zijn wij hele dankbare mensen. Jij hebt ons aangehaakt aan deze mooie Black Achievement initiatief. En wij willen samen met Natalia, die hier in Utrecht is begonnen voor Cheryl en ik, jou op een speciale manier bedanken voor alles wat je voor ons hebt betekend in deze jaren. Nou, kom maar in het midden. Wat geef je mee? Je moet goed luisteren. Want mensen, er is tekst en er is subtekst. En mensen zeggen veel dingen met hun mond, zoals mijn moeder zei. People always say a lot of things with their mouth. But you don't know what they mean. And you have to listen to what they mean, what they really mean. So that means you have to sit down quiet, listen, count to 10, and then you respond. Dat is een gevecht met mij geweest in de afgelopen 62 jaar. Want ik luister en ik denk al heel snel dat ik weet wat ze gaan zeggen. En wil dan heel snel reageren. Maar naarmate ik ouder en wijzer werd en word, heb ik ook geleerd om soms beter te luisteren. Dus dat is een gave voor alles wat we hebben bereikt. We zijn begonnen met de Black Achievement Month, met NINSEE. Met 15.000 euro. En als we kijken naar het budget van het afgelopen jaar, was het 400.000. Dus dat is wel een. Het is iets wat we hebben bereikt. Maar de strijd is er niet. Want ik heb altijd gezegd, al vanaf het eerste jaar, tweede jaar, zei ik. De Black Achievement Month moet eigenlijk de counterpart zijn van het Holland Festival. En als we dan kijken wat hun budget is. Hun budget is 5,7 miljoen per jaar. Dus dan hebben we nog een hele strijd te voeren. Dus dat, yes, we can, dat is dat. Dank je wel, John. Dank je wel. Nou, Ocean. That my ancestors funded, channel from the futures of their face, my combat. Tune into the right timeline and I run back to let you know what's coming. Oh, change is coming, Lord. I ain't done yet. I'm on a mission that my ancestors funded. Channel from the futures of their face, my combat. Tune into the right timeline and I run back to let you know what's coming. Oh, change
Clear was the vision, I didn't listen. My mind created a prison, locked down illusion inside. Fighting conditioning, cause my reasoning was fading, fading away. Everything I think I know, I think I got a miracle. Falling into empty space, I'm levitating and everything's changing. I'm scared but I'm living, and I surrender to the rhythm when I'm in it. I close my eyes when I'm in it. I just took a dive in the ocean. I'm not drowning, I'm sinking, yeah. Sinking into feeling. Now let me dive deeper, deeper. I ain't done yet. I'm on a mission that my ancestors funded. Channel from the future, so this is my comeback. Tune into the right timeline and I run back to let you know what's coming on. Internal mission, I've been trying to affect the outcome. Shifting vibration, dancing with my shadow being. Me and you and the world, all of the structures collapsing. Anticipate change, it will happen. Moving through chaos, I trust and I'm furthering. I am levitating and everything's changing, yeah. I'm scared but I'm living, and I surrender to the rhythm when I'm in it. I close my eyes when I'm in it. I just took a dive in the ocean. I'm not drowning, I'm sinking, yeah. Sinking into feeling, yeah. Now let me dive deeper, deeper. I ain't done yet. I'm on a mission that my ancestors funded. Channel from the future, so this is my comeback. Tune into the right timeline and I run back to let you know what's coming on. Change is coming on. Change is coming on. One last message. Let's walk the path. Let's take it easy, not too fast. We don't wanna lose the groove in the steps. Surrender to the rhythm, but don't lose yourself. Just walk the path. Just take it easy, not too fast. Destination is secondary to the mission. Every step is conscious, every step we listen. Destination is secondary to the mission. Every step is conscious, every step we listen. Thank you, well. My name is Ocean Tess Thompson. Thank you. Dank jullie wel. Ik ben onwijs geïnspireerd.